Dames en heren, welkom op wat misschien, dat is nog niet definitief, dat ligt in de handen van de agendacommissie. En die komt, als ik het goed heb, morgen bij elkaar. Woensdag. Maar wat misschien de laatste vergadering is van deze raad. Een bijzondere bijeenkomst. Er zijn ook heel veel mensen op de tribune. Dat betekent dus ook dat er allerlei onderwerpen worden behandeld die leven in de gemeenschap. Laten we dat zorgvuldig doen. Laten we er de tijd van nemen die daarvoor nodig is. En ook niet meer natuurlijk dan de tijd die ervoor nodig is. Maar voordat we... En hiermee heb ik de vergadering geopend. Maar ik zou graag even uw aandacht willen voor het overlijden van oud-raadslid Everton Katen. En misschien mag ik daar... Ik ga even staan. Ik ga u dadelijk... Komt u maar met mij mee even. En ik blijf even zitten, omdat ik anders verkeerd in beeld kom. Ons bereikte het bericht dat onze oud-raadslid Everton Katen is overleden. Hij was namelijk CDA-raadslid van 1994 tot en met 2000 in de voormalige gemeente Nieuw-Leuzen. En we herinneren hem als een aimabel en bedachtzaam man en met oog voor de samenleving. En niet alleen als raadslid, maar ook als ondernemer, als voorzitter van de middenstandsvereniging... En als ouderling van de kerk heeft hij veel voor de gemeenschap in Nieuw-Leuzen betekend. En hij is daar ook voor geëerd. Wij waarderen hem om zijn inzet. En ik verzoek u een minuut om stilte. Dames en heren, er maakt niemand... En dan mag ik naar agenda punt 3, en dat is de vragenronde... En er is een schriftelijke vraag gesteld door de heer Raamaker van gemeentebelangen met betrekking tot de arbeiderswoningen aan de Weerthuisweg. En die vragen zijn ook schriftelijk beantwoord. Het is niet de bedoeling dat we ze nu opnieuw gaan stellen en beantwoorden. Maar ik kan me voorstellen, meneer Raamaker, dat u naar aanleiding van de beantwoording nog aanvullende vragen heeft. Is dat zo? Sorry. Eigenlijk één vraag, of een aanvullende vraag van, wordt het teruggekoppeld hoe die situatie verder gaat verlopen? Wethouder Schuurman. Jazeker. Er gaan een aantal dingen zijn op dit ogenblik in onderhandeling en men zal daaruit komen en daar brengen wij de raad van op de hoogte. Dank u wel. De antwoorden zijn trouwens op de rest geplaatst, zijn ook voor iedereen toegankelijk. Dus de mensen die willen weten waar dit over gaat, die kunnen gewoon op www.dalfsen.nl en daar staat het gewoon keurig op. Dan hebben we nog drie mondelingen vragen ontvangen. Waarvan er twee volgens mij over hetzelfde onderwerp gaan, namelijk asbestsanering bij particulieren. Meneer Jutte, gemeentebelangen, mag ik u als eerste het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Op de onlangs gehouden informatieavonden betreffende de asbestsanering kwam op de avond voor de particulieren de volgende vraag of opmerking telkens naar voren. Voor particulieren voor een dakoppervlak van kleiner dan 35 vierkante meter is een speciale regeling getroffen. Zij mogen na een melding zelf onder voorwaarden hun asbestdak verwijderen en kunnen in principe gratis storten. Voor de agrariërs en overige ondernemers zijn er belastingtechnische voordelen binnen allerlei regelingen. Er valt echter een groep tussen wal en schip. Particulieren met een dakoppervlak, dat groter is dan 35 vierkante meter, mogen niet zelfs lopen en moeten de volledige kosten dragen. De te verkrijgen subsidie bestaat niet in verhouding met de kosten. En deze kosten zijn voor hem niet aftrekbaar als je geen onderneming hebt. Ik wil ze vragen, op welke manier kan het college een ondersteunende bijdrage leveren om deze groep in beeld te brengen? Kan het college deze groep die het meeste nadeel ondervindt en het minste voordeel kan halen uit bestaande regelingen bijstaan in het vinden van extra steun bij de overheden? En zijn er nog regelingen binnen de gemeente waarop deze groep een beroep kan doen om deze kosten te verminderen? Ik hoor graag een antwoord. Dank u wel. Dank u wel. Voordat ik het woord geef aan de heer Schuurman voor de beantwoording, denk ik dat het handig is, want de heer Veldhuis heeft hetzelfde onderwerp vragen. Dus ik geef hem eerst het woord, meneer Schuurman. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, we hebben over hetzelfde onderwerp vragen.
Even kijken hoor. Tijdens de bijeenkomst is gesteld dat ruim 600.000 vierkante meter asbest bij particulieren ligt. Een kostenpost is van ongeveer 40 miljoen euro. En ook is daar aangegeven dat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is om de asbest te verwijderen. Doordat er onvoldoende bedrijven gecertificeerd zijn om dit te kunnen doen. Waarmee geconcludeerd werd dat 2024 wellicht niet haalbaar is als deadline om alle asbest verwijderd te hebben. En we hebben een viertal vragen. De eerste is, onderschrijft u de conclusies die daar zijn gepresenteerd? De tweede vraag, welke maatregelen gaat de gemeente treffen om dit probleem op te lossen? De derde vraag is, zijn deze voldoende om in 2024 het asbest bij particulieren weg te hebben? En tot slot, laatste vraag, zou het helpen om in plaats van de 35 vierkante meter die je nu zelf mag verwijderen, dit te verhogen naar bijvoorbeeld 150 vierkante meter? Of is dat te gevaarlijk? Tot zover onze vraag. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Schuurman, heeft u het bijgehouden? Ja hoor. Zeker een actueel onderwerp. De eerste informatieavonden zijn geweest in de gemeente Dalfsen en die werden goed bezocht. 50, 60 mensen hebben zich ingeschreven en de opkomst was boven de 100. En aan de discussie die eruit kwam, daar kun je eigenlijk deze vragen uit halen. En zijn dus ook zeer terechte vragen. Vorig jaar hebben we in de raad besloten dat we de dakeigenaar toch verantwoordelijk houden voor zijn eigen dak. Dus dat daar als gemeente geen budget voor beschikbaar wordt gesteld om het te saneren. Maar dat er wel een inspanningsverplichting moest komen voor de gemeente om mensen daarbij te helpen. Dat hebben we ook zeker gedaan. De informatieavonden zijn geïnitieerd. Er worden pakken binnenkort beschikbaar gesteld voor particulieren, zodat men het asbest zelf kan saneren. Wat men thuis heeft, dat geldt alleen voor de particuliere groep. En er valt een groep tussen wal en schip. En dat zijn particulieren met grote dakoppervlakten. En toch ook de groep agrariërs die misschien al wel een aftrekpost heeft. Maar als er niet veel winst is, dan is er ook weinig af te trekken. Dus dat is ook echt een grote groep die gedupeerd wordt. Dus daar hebben we vorige week in een provinciaal overleg aandacht voor gevraagd. En er wordt gekeken hoe dit kan worden opgepakt. Er werd wel aangegeven dat het wel lastig is. Er is nog niet echt wat voor deze groep. Het is een lastig probleem. Het zit verankerd in het belastingssysteem. Dus de vraag van kun je zorgen voor een aftrekpost voor particulieren, dat kan niet. Zo zit ons belastingssysteem in Nederland niet in elkaar. Maar dat er aandacht voor gevraagd wordt en aandacht voor gegeven wordt, dat is zeker duidelijk. Het werd echt erkend op provinciaal niveau en men is echt aan het kijken of er een oplossing, of in ieder geval een helpende hand geboden kan worden aan deze groep. Hoe kunnen wij steun geven aan deze groep? Die steun die geven we als gemeente door de sloopvakantieregeling onder andere. Daarbij kun je asbestschuren slopen en deze kunnen dan ingezet worden voor het uitbreiden van de woning of andere zaken. Dus daar zit een geld in. Dus als je van plan bent om te slopen, altijd melden bij de gemeente. En er wordt druk gezocht naar aanvullende regelingen om dit draagbaarder te maken. Maar vorig jaar hebben we dus als gemeente gezegd van er is geen subsidie of lening op dit ogenblik op gemeentelijk niveau. Dat hebben we gezamenlijk afgesproken. Dan de vragen van de VVD. U geeft aan 600.000 vierkante meter. Dat is het totale dakoppervlak. In de kernen ligt 60.000 vierkante meter. Ja, dat is nog steeds een flinke hoeveelheid. U heeft het over de capaciteit. Ja, de markt moet zijn werk doen. Je ziet dat de saneerders op dit ogenblik opstaan. En dus deze klus zien en daar een businessmodel in zien. En proberen dit op te ruimen. Dus gaat dit lukken voor 2024? De datum is nog niet eens definitief gesteld. Dus daar kan nog in geschoven worden. Maar
De verwachting is dat het 2024 wordt. En ja, gaan we dat halen? De markt moet het laten zien. Dus daar is het 7 jaar voor die tijd echt te vroeg voor om daar een conclusie te trekken. U geeft nog aan of het zou helpen om de 35 vierkante meter die je zelf mag verwijderen zou verhogen naar 150. Ja, dat is een landelijke regeling. En u vraagt ook of het te gevaarlijk is. Eén vezeltje kan al ziekmakend zijn. Dus misschien is 35 meter al wel te veel. En alleen daarvan is gezegd van deze groep, die laten we de keuze om het zelf af te voeren. En die mogelijkheden zijn er. Dus ik hoop dat ik daarmee de vragen heb beantwoord. Aanvullende vraag, meneer Jutte. Ja, voorzitter, geen vraag, maar wel een wens om alle ontwikkelingen die vanaf nu volgen daarin te communiceren met degene die het aangaat. Daar hebben ze alle belang bij. Meneer Veldhuis, u nog aanvullende vragen? Nee, geen aanvullende vraag. Sluit me aan bij de heer Jutte. Ja. Iemand anders nog vragen? Ja, voorzitter. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, even naar aanleiding van, het is al een onderwerp wat enorm speelt en ook op het platteland enorm speelt. Ik moet dan even twee dingen even op wijzen. De ene is dat we al aangekondigd hebben dat we een onderzoek doen, of gaan doen naar de gevolgen voor als je asbest eraf gehaald hebt voor bijvoorbeeld WOZ-waarden. Het zou eens kunnen zijn dat de WOZ-waarde juist omhoog gaat. En misschien zouden mensen beloond moeten worden juist. Meneer Lochtenberg, heeft u aanvullende vragen? Dat was mijn vraag. Dit is een betoog. Oké, naar de vraag of u dat gehoord heeft. Wat meer gekregen heeft. Nou, we hebben een zware agenda. Dus heeft u nu aanvullende vragen of wilt u graag iets vertellen? En dat mag zeker niet? Nee, dat is vragenronde gewoon niet voor. Nee, hè? Nee. Nou, mag u daar nog wel... U heeft het wel verteld hoor al, dus ik ben te laat, maar goed. Ja. Nee, maar misschien nog wel gevraagd dan of u wel weet dat er vanuit het Europees Parlement mogelijkheden zijn om voor subsidies. En dat ook daar nog naar gekeken gaat worden. Dat zal waarschijnlijk dan wel alleen voor het platteland gelden en niet voor de kleinere, voor binnen de Bodekom. Maar dat is aanvullende vraag, voorzitter. Sorry. Dat is er een. Meneer Schuurman, aanvullende subsidies, Europees. Ik zie het als een oproep om flink ons best te doen om middelen die er zijn om die ter beschikking te krijgen. En daar gaan we absoluut mee aan de slag. Dank u wel. Dan ga ik naar de... Voorzitter? Ja? Dat is nog een aanvullende vraag. Meneer Hoijakkers. Die 600.000, die geloofde ik al niet dat het alleen van particulieren zou zijn. Maar er werd al naar 60.000 teruggebracht. Is ook bekend hoeveel daarvan daken betreft die boven 35 vierkante meter liggen. Want dat is kennelijk het probleem van de vragenstellers. De groep tussen wal en schip. Tussen de 35 en meer en dan particulier. Weet u hoe groot die is? Er vindt op dit ogenblik onderzoek plaats naar de hoeveelheden asbest die er liggen. Alleen dat moet allemaal gedaan worden vanaf luchtfoto's. Dus de betrouwbaarheid daarvan is ook niet 100%. Dat zul je proefondervindelijk moeten zien. Want een dak uit 94 ziet er vanuit de lucht net zo uit als eentje 92. Alleen de ene kan asbesthoudend zijn en de andere niet. Dus er is op dit ogenblik onderzoek. En ja, wat ik net al aangaf, één vezeltje kan al te veel zijn. Dus die 35 meter is eigenlijk ook maar een oppervlak wat bedacht is. Maar wel door de Rijksoverheid. Meneer Royakkers, de antwoord luidt kort gezegd nee. Dan ga ik naar de volgende vraag van de heer Veldhuis. En die gaat over LED-verlichting op de sportvelden. Het ontbreken ervan of de aanwezigheid ervan. Ja. En nu is de vraag. Dank u, voorzitter. Ja, het gebruik van LED-verlichting op de sportvelden van de gemeente Dalfsen draagt bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. En het college heeft al eerder aangegeven dat ze hier actief mee bezig is om dit in de gemeente te realiseren. Een streven dat we als VVD natuurlijk ondersteunen, maar we zijn even benieuwd naar de status. Kunt u aangeven hoe ver u bent? Wanneer zijn de sportvelden van de gemeente Dalfsen over op LED-verlichting? En welke rol speelt de gemeente hierin? Dank u wel. Wethouder Uitslag. Stand van zaken, LED-verlichting sportvelden. Dank u wel. Op initiatief van de gemeente is, zoals u aangeeft, gesproken met verschillende sportverenigingen over het verlichten van de velden met LED-lampen. Dit is vanwege een aantal praktische voordelen ingestoken. LED biedt ten opzichte van
conventionele verlichting. Het voordeel dat het goedkoper is, maar het ook minder strooilicht geeft en flexibeler is in het gebruik. En dat is niet onbelangrijk in deze raad, het levert ook nog eens een bijdrage aan onze duurzaamheidsdoelstelling. Op 6 december 2017 zijn de sportverenigingen uitgenodigd voor een informerende bijeenkomst. En tijdens deze bijeenkomst zijn de mogelijkheden van het verleden, de mogelijke deelname door de verenigingen, de verwachte kosten en de mogelijke terugverdientijden aan de orde geweest, inclusief de subsidie die het Rijk hiervoor geeft. We hebben daar afgesproken met elkaar dat we vooruitlopend op de definitieve besluitvorming van de verenigingen, vooruitlopend daarop een subsidie zou aanvragen en die is op 2 januari verzonden. En dat was nodig omdat het subsidieplafond heel snel bereikt zou gaan worden. Afwachtende de reactie van het Rijk zijn we op dit moment aan het onderzoeken welke vervanging daadwerkelijk zinvol is. En hierbij speelt de intensiteit van het gebruik van de velden en de daaraan gekoppelde energieverbruik, de hoogte van de investering en de wijze van financieren een rol. Maar dat is op dit moment dus nog niet duidelijk. Het streven is om volgende winterseizoen gebruik te kunnen maken van LED-verlichting. Voldoende, meneer Veldhuis? Anderen nog, naar aanleiding hiervan? Nee? Mag ik dan naar 4, vaststelling van de agenda. Daarbij zou ik zelf het voorstel willen doen om de onderwerpen die de heer Van Leeuwen aangaan als eerste te behandelen, want het is een klein wonder dat hij hier in de zaal zit. En ik wil eigenlijk gewoon ik wil gewoon dat hij zo snel mogelijk naar huis gaat om in bed te duiken. En dat zou betekenen dat agendapunt, als ik het goed heb, 9, dat we dat verschuiven naar 11. Klopt dat, dat ik dat zeg? Ja. Dus dat is mijn eerste voorstel. Gaat u daarmee akkoord? Dat is fijn. In het kader van ons ABO-beleid. Meneer Nijkamp. Wij zouden graag een motie willen agenderen. Die staat verder niet als onderwerp op de agenda. Dus vreemd aan de orde. Dat betreft het onderwerp Slingendaal. Prima. Dat staat u vrij. En dan doen we dat naar 11a. Ik weet niet meer hoe 11 heet. Ja, Napniel. Oké, begin ik nu met de akkoordstukken. Ik hoop dat ik het allemaal goed doe. En als het niet zo is, dan hoor ik het van u. Dan begin ik met agenda punt 5, bestemmingsplan Windpark Synergie en Beleuzen. Mevrouw Lasje heeft zich van de beraadslagingen onthouden in verband met haar lidmaatschap van de Beheerscorporatie. En ze gaat wel meestemmen in de gemeenteraad. En dat stel ik op prijs, want u weet dat ik het erg belangrijk vind dat u uw plicht tot stemmen hier ook vervult. Het is uitgebreid besproken in de raadscommissie. Alle fracties hebben kunnen instemmen. De VVD heeft het onderwerp mee teruggenomen naar de fractie om tot standpunt te komen. Heeft de heer Veldhuis nog een aantal technische vragen gesteld. Die zijn volgens mij op het RIS geplaatst. En mocht u tegen willen stemmen, is er nog alle ruimte voor een stemverklaring. Dus ik ga naar de vraag, ik ga mijn stemming brengen. Wilt u een stemverklaring daar trouwens? Heeft u daar behoefte aan? Oké, prima. Ik lees hem eerst voor en dan bent u met de stemverklaring aan de beurt. Voor wat betreft de ontvankelijkheid, de inhoud en de overwegingen ten aanzien van de zienswijze te besluiten overeenkomstig de nota van zienswijze en kennisgeving. 2. De 10e herziening bestemmingsplan buitengebied gemeente Dalfsen Windpark Synergie. Het GML-bestand NL-MRO 0148 enzovoorts enzovoorts. Met daarin geometrisch bepaalde planobjecten, de bijbehorende bestanden, toelichtingen en de bijlagen waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond. Die is ontleend aan de BGT van 18 september 2017 langs elektronische weg en in analoge vorm vast te stellen. En 3. Kennis te nemen van het door het college van BMW te verlenen omgevingsvergunning voor de 2 windturbines van Windpark Synergie. En 4. Geen exploitatieplan vast te stellen. De heer Veldhuis heeft behoefte aan een stemverklaring. Ja, dank u voorzitter. Ja, voor ons is het, we hebben de afweging gemaakt in de fractie en voor ons is het belangrijk om onze klimaatdoelstellingen te halen. Het park zorgt ervoor dat we voor 28% van onze doelstellingen gaan halen. We gaan dus meestemmen, wel onder een aantal voorwaarden die we graag mee willen geven aan het college hierin. We verwachten dat het college initiatief gaat nemen om samen met de provincie en de andere gemeentes duidelijkheid te creëren voor de inwoners van het gebied en de omwonenden worden voldoende gecompenseerd voor de schade.
nu we het over windmolens hebben, er komt er ook één over. Dus dat is onze verklaring. Daarmee gaan we mee. Om u even te helpen met de juiste formulering. U geeft het college een aantal zaken mee. U stelt geen voorwaarden, want anders moet u gewoon tegenstemmen. Maar u geeft ze mee. Ter overweging. En dan breng ik een nieuwe stemming. Mag die in beeld nog een keer? Wie van u gaat akkoord? Ik kijk even rond. En dat bent u allemaal. En daarmee is dit met algemene stemmen aangenomen. 6 beleidskader peuteropvang voor en vroegschoolse educatie. En bij mijn annotatie staat geen opmerkingen. Dus ik ga ervan uit dat ik hem rechtstreeks in stemming mag brengen. Dat is zo. Voorstel is de nota van zienswijze vast te stellen. 2. Het beleidskader peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie 2018-2021 vast te stellen. En 3. In te stemmen met de verschuiving van curatieve logopedische zorg naar preventieve logopedische zorg in de voorschoolse periode. Wie van u gaat daarmee akkoord? Wie stemt in? Bent u allemaal? Is met algemene stemmen aangenomen. En ik hoop dat ik het allemaal goed uitgesproken heb. Daar ben ik niet helemaal zeker van. Dan ga ik naar even. Krediet strategische grond aankopen. In de commissie is geconcludeerd dat dit een hamerstuk is, tenzij de schriftelijke informatie over de grond kunnen geven voor een andere afweging. En ik moet hier nog even bij opmerken dat we dadelijk ook nog een vertrouwelijke vergadering hebben. En dat daarin uw vraag beantwoord wordt die u gesteld heeft met betrekking tot en waar dan die strategische aankopen voor bedoeld waren. Als u het daarover wilt hebben, dat kan u niet. Dat moet in de vertrouwelijke vergadering. Meneer Royakkers. Ik vind de volgorde verkeerd, voorzitter. Omdat wij niet de gelegenheid zijn om te discussiëren over wat u uitlegt dat u gedaan heeft met dat geld wat eigenlijk bedoeld was voor dit jaar. Ja. En dat we nu toch geacht worden om in te stemmen. En dat lijkt me raar, want daar kunnen we niet over maar hebben. Als u daar, als u en niet... ik kan me ook niet herinneren dat we hebben geconcludeerd dat het een hamerstuk was. Maar dat zal dan wel aan mij liggen. Ja, het eerste punt ligt ook een beetje aan u. Want als u eerst de inhoudelijk die strategische aankopen wil beoordelen, heeft het vragen van een mandaat geen enkel nut. Dus dan hoeven we ook geen mandaat te vragen. Dus u moet, maar ik heb begrepen in de vergadering, ik heb nagekeken, dat men een gevoel wilde hebben bij wat er nu aan de orde was. En dat de wethouder heeft toegezegd dat hij dat wilde doen. Maar als u zegt, nee, ik wil die stukken inhoudelijk bespreken, dan kan het hele onderwerp van de agenda af. Want dan gaan we gewoon de aankopen met u bespreken en niet het mandaat natuurlijk. Hier is het mandaat aan de orde. Zeg ik dat goed, wethouder? Ja. Dus is ook de volgorde goed. Maar u kunt naar aanleiding van wat u heeft gekregen aan informatie, zowel schriftelijk als op het RIS, kunt u gewoon nu ook nee zeggen of zeggen ik wil het niet in stemming brengen. Dat staat u natuurlijk vrij. Ik kijk even rond. Ik hou dus gewoon vast aan het feit dat dit een akkoordstuk is. En dat vinden ik zie in ieder geval tot nu toe de meeste mensen instemmen knikken. Ga ik hem voorlezen. Het staat u vrij om natuurlijk tegen te stemmen. 7. Kredietstrategische grond aankopen. Het voorstel is het krediet voor strategische grond aankopen voor toekomstige grondexploitatie voor 2018 eenmalig te verhogen met 1 miljoen naar een totaal van 2 miljoen en de investeringen te activeren en te zijn er tijd toe te rekenen aanneemt te openen grondexploitatie. Wie van u is daarmee akkoord? Bent u allemaal? Daartegen is de heer Royakkers. Dat bent u allemaal met uitzondering van de heer Royakkers. Die is daartegen. Daarmee is het aangenomen. Dan hebben we spreekstukken. En dan krijg ik vestigen voorkeursrecht, Kern Dalsen, de heer Van Leeuwen, als eerste. Het voorstel is uitgebreid besproken in de raadscommissie. D66 en VVD hebben aangegeven zich niet in het voorstel kunnen vinden. Alle andere partijen hebben het oordeel in beraad gehouden. Er is in ieder geval een technische vraag van D66 is beantwoord. Het antwoord is op het RIS geplaatst. En het voorstel is nog de besluitregel toegevoegd dat de raad ook instemt met de nota van zienswijze. En behandeling in 2 ronden informerend, daarna openerend. Wie van u mag ik het woord geven? Naar aanleiding van dit voorstel. Meneer Lochtenberg, er wordt naar u geknikt. Ik heb geen informerende vraag verder. Maar... andere nog informerende vragen? Meneer Nijkamp. Dank u wel, voorzitter. In de commissievergadering... heeft de wethouder aangegeven dat we in november een notitie mogen ontvangen. En onze vraag gaat met name over dat onderwerp. Wij zijn namelijk wel benieuwd welke onderwerpen in die notitie zullen worden opgenomen. En wat voor type besluit we op basis van die notitie zouden moeten gaan nemen. En welk effect dat dan heeft op het
mogelijke voorkeurslicht wat dan is opgelegd. Dus het gaat echt over de inhoud. En het tweede punt wat we daar als vraag bij hebben is van hoe ziet dat proces eruit tussen vandaag en ergens in november? Op welke wijze worden de belanghebbenden hierbij betrokken? Zou de wethouder op die twee punten kunnen reageren? Dank u wel. Ik zag meneer Mgooyakkers ook. Ik heb zoveel vragen, voorzitter, dat ik denk laat de anderen maar gaan. Dan kan ik kijken wat er nog overblijft. Dat is misschien een optie. Als u dat zo voorstelt, kan je nog even verder. Meneer Wildvang. Ik heb één kleine vraag. Ik was er bij de commissiebehandeling niet bij. Maar ik heb, toen ik het terugkeek, wel langs horen komen dat ook gesproken is over de noordelijke regio van Dalfsen. En even maar in grote lijnen het stukje tussen de Vossensteeg, Ankermen en de Engelandweg, zo ongeveer. De wethouder gaf daarvan aan dat dat bewust niet in overweging is genomen. Ik stel de vraag of dat voldoende is afgewogen in termen van, ja, weten we zeker dat dat niet kan. Want ik zou willen voorkomen dat we op een later moment het verwijt krijgen dat we dit gebied zomaar buiten beschouwing hebben gelaten. Als de wethouder me ervan kan overtuigen, dan laat ik het er graag bij. Dank u wel. Ik ga even verder rond. Dat zijn de vragen, meneer Rooijakkers. Dus dan weet u wat u nog te doen heeft. Ja, dank u wel. Even in aansluiting op die vraag over dat noordelijke gebied. We hebben ook veel informatie gekregen van de inspreker, van de heer Van der Weert. De heer Van Weert, die uitermate deskundig is op dat gebied. En die heeft gezegd dat in verband met het geluid herbouwen van af te breken woningen niet mag plaatsvinden binnen een zone van 75 meter. Zoals door onze raad zelf is vastgesteld. En dat de Engelandweg op minimaal 200 meter ligt. Dus ik ben wel benieuwd naar de antwoord van het college daarover. Dan zegt de wethouder dat een van de redenen dat er zoveel grond is betrokken in dit voorkeursrecht, dat de raad ruime keuzemogelijkheden zou moeten hebben. En mijn vraag is de wethouder bereid om richting de toegezegde nota voor november 2018 en richting een eventuele nieuwe structuurvisie ook het noordelijk gebied waarover sprake is te beschouwen? Dus Vossensteeg, Leemkuleweg, Koesteeg, Engelandweg, dat gebied. Dan werd over de discussie over Ankem en het bosgebied werd gesteld dat in een slingerlaantje hebben we destijds ook gebouwd in het bosgebied. Nou, wat wij begrijpen is dat huidig provinciaal beleid bouwen in bos niet toelaat. Zie de tekst artikel 282 van de geldende verordening omgevingsvisie. En nou is de vraag, heeft de wethouder naar aanleiding van de informatie die hij ook eerder heeft gehad zijn opvatting bijgesteld? En dan is er in Oosterdallerse 1 en 2 ruimte voor nog circa 12 jaar volgens onze informatie. En op de vraag waarom dit vooralsnog niet voldoende is, is geen goed antwoord gekomen. Want dat was een van de kernvragen die ik vorige keer had. Zal ik nog even nog een keer op tafel leggen. Omdat we nog maar een dik anderhalf jaar geleden de woonvisie hebben vastgesteld, de samenwerkingsovereenkomst en de woonafspraken West-Overijssel in de raad besproken en vastgesteld en de bouwplannen van 2016 tot en met 2026. En er is een doorkijkje gegeven naar de ontwikkeling van het aantal huishoudens tot 2040. En ook staat de provincie de bouw van 1022 woningen toe gedurende 10 jaar. En de hele gemeente dus circa 100 per jaar. En de algemene opinie was, dacht ik, dat we voor de Kerendalse en de aangewezen gebieden, Oosterdalse 1 en 2, en inbreidingslocaties zoals Kleine Veerpeniel, et cetera, zeker 10 jaar vooruit zouden kunnen. En mijn vraag is dus iedere keer opnieuw, waarom nou deze actie als we nog 10 jaar vooruit kunnen, of tenminste 8 jaar? Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Wethouder, heeft u mee kunnen schrijven? Dan geef ik u het woord. Zonder dat ik helemaal compleet kan zijn, meneer Nijkamp, denk ik dat in de notitie in elk geval zou moeten staan, onderbouwd, waarom, op welke stukken wij adviseren om het voorkeursrecht te handhaven en welke daar buiten zouden kunnen vallen. En met gemotiveerd bedoel ik dat we dat onderbouwen op basis van onder andere demografische ontwikkelingen. En het proces tot november. Wij zullen in elk geval
Dat is een suggestie die ook al gedaan is in de commissie. Een informatieronde met de bewoners moeten gaan opzetten. En vervolgens moeten wij gaan trechteren om in november de Raad een verantwoord besluit te laten nemen. Ik denk dat zo globaal even, maar misschien heeft u nog suggesties, daar sta ik graag voor open. Meneer Wildvank, het noordelijk deel tot aan de Engelandweg, kan dit niet? Ja, natuurlijk, alles kan. Wij hebben evenwel de afweging gemaakt dat wij dat niet wenselijk vinden. En ja, je mag ongetwijfeld bouwen tot 75 meter van de Hessenweg. Maar de vraag is hoe wenselijk dat is. Als ik de wind verkeerd heb staan, ik woon er een heel eind vandaan, dan hoor ik zowel de Hessenweg als de A28 vrij duidelijk. Dus ik weet niet hoe wenselijk dat is. Is de wethouder bereid om het noordelijk gebied alsnog, vraagt de heer Rooijakkers, in ogenschouw te nemen? Nou, dat lijkt mij een gepasseerd station. Want als we dat nu alsnog gaan doen, dan kunt u zelf wel invullen wat er voor die tijd gebeurd is. Bouwen in het bos mag niet. Wethouder, u zegt hij kan het zelf invullen, maar hij kijkt op een manier dat hij het toch fijn zou vinden als u het zou willen zeggen. Nou, dan moeten we die gronden veel duurder verwerven en gaat dat de gemeenschap miljoenen euro's kosten. Zoals dat ook gebeurd is bij Gennemarken. Bouwen in het bos mag niet van de heer Rooijakkers. Hij geeft daar ook een artikel van een wet bij. Heeft de wethouder zijn mening bijgesteld? Nee, want wij moeten dat allemaal nog gaan onderzoeken. En dan zou er nog ruimte zijn in Oosterdalfse 1 en 2 voor, u begon met 12 jaar, toen werd het 10 jaar en nu 8 jaar. Ja, onze informatie is dat er in Oosterdalfse nog tot 2020 gebouwd kan worden. 2019 de laatste uitgifte, 2020. En Oosterdalfse 2, ik denk dat u daarmee bedoelt de gronden waar wij nu de wet voorkeursrecht op van toepassing hebben verklaard. En dan wordt het een ander verhaal. Dat ben ik met u eens. Waar zeg. Dus tot 2020 kan er nog gebouwd worden in Dalfsen en niet langer. Dalfsen 2 bestaat niet. Dat wil zeggen, dat is het gebied waar nu het voorkeursrecht op gevestigd wordt. Zo is dat volgens de wethouder. Tenminste, zo heb ik u dat horen zeggen. Klopt dat? Ja. Oké. Dan hebben we dan alle vragen gehad, of niet? Ik kijk nog even rond. Vragen hebben we gehad. Dan kunnen we naar het opiniëren, toch? Ja, ik vond het ontzettend interessant dat u aan mijn gezicht kon zien wat ik dacht. Zat ik ernaast? Misschien hebt u een roeping gemist. Maar de wethouder... Zat ik ernaast? Ik denk het wel. Oh. Maar de wethouder die neemt voetstoots aan dat als die nu dat gebied gaat beschouwen, dat in het noorden, dat het dan voor de gemeente duurder wordt. Maar er zijn natuurlijk ook andere instrumenten dan voorkeursrecht vestigen om je ruimtelijk ordeningsbeleid te doen zonder dat het de gemeente veel geld hoeft te kosten. En er is ook een risico als je het niet goed beschouwt, dat je achteraf daar gedoe over kunt krijgen. Dus ik adviseer toch om het te doen. En ik wil het hier even bij laten. Jammer dat ik ernaast zat. Anderen nog. Heb ik het nu echt gehad, de informerende rondes? Mag ik naar de beeldvormende ronde toe? Wie van u mag ik? Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. In onze bijdrage in de commissievergadering hebben wij onderbouwd waarom wij denken dat Dalfsen er goed aan doet om op tijd gronden vast te leggen voor verdere dorpsuitbreiding. Het CDA wil voldoende betaalbare woningen in al onze kernen, nu en in de toekomst. Dat kost ruimte, ook rond het dorp Dalfsen. Maar of dat naar het westen of naar het oosten moet, of beide kanten op, dat moet degelijk worden onderzocht
en daarbij is ruime betrokkenheid van bewoners en bedrijven van belang. Wij ondersteunen daarom het college bij het voorgelegde voorstel voor het opleggen van WVG in een ruim gebied, zodat tijd en ruimte ontstaan om uiteindelijk het juiste gebied te kunnen kiezen voor de uitbreidingsrichting van het dorp. Wel vinden wij dat het betrekken van bewoners en bedrijven bij de te maken keuzes, maar ook de informatie over consequenties van die keuzes, echt beter moet. En dan bedoelen we het niet verstrekken van begeleidende informatie nadat de brieven zijn verzonden, maar ook de vrij formele wijze waarop de wethouder bijvoorbeeld reageerde op vragen tijdens de door gemeente, door plaatselijk belang, ANKEM, georganiseerde informatieavonden. Dat riep eerder vragen op dan dat het bewoners geruststelde. De onzekerheid die het besluit teweeg brengt bij bewoners moet wat ons betreft worden beperkt door ten eerste de bewoners individueel, liefst individueel, te informeren over consequenties, zeg maar wat er de komende periode nog wel en wat er niet kan. Ten tweede zo snel mogelijk uitsluitsel te geven over welke percelen zeker niet nodig zijn en waarvan de WVG dus al snel kan worden afgehaald. En ten derde de procedure tot en met de vaststelling van de nieuwe structuurvisie zoveel mogelijk te verkorten. Zoals eerder gezegd, 3 jaar vinden wij echt veel te lang. Om dit te bereiken wil het CDA de toezeggingen die de wethouder al heeft gedaan bij behandeling in de commissievergadering, samen met een aantal verdere procesafspraken, verder vastleggen. Voorzitter, wij hebben daarvoor samen met de fracties van Gemeentebelangen, Partij van de Arbeid en de ChristenUnie een motie voorbereid die enerzijds het gemeentelijk beleid ondersteunt, maar ook de negatieve gevolgen voor betrokken inwoners en bedrijven zo ver mogelijk terugdringt. Wij willen de reactie van de wethouder op die motie afwachten. Wij gaan ervan uit dat hij er iets mee kan en zijn dan voornemens bij een positieve benadering van hem om akkoord te gaan met het voorstel. Dank u. Nou, stel ik eigenlijk voordat we even die motie gaan voorlezen, dat iedereen weet waar het over gaat. Is dat goed? Ik zag de heer Wildvank ook bij de knop al, maar ik vind het wel fijn om hem even in beeld te hebben. Ja. En dat gaan we nu doen. Ik heb de laatste ondertekening. De griffier heeft de laatste ondertekende niet, maar ik neem aan dat hij gewoon hetzelfde is, toch? Als ik nu dingen voorlees die niet kloppen, dan hoor ik dat van u. Raadsvergadering 9 februari 2018, even op de publieke tribune. U vraagt zich misschien af waarom ik dat allemaal voorlees. Dat is niet omdat ik het leuk vind, voor alle duidelijkheid. Maar dat is omdat het ook opgenomen moet worden. Dat is wettelijk verplicht. En dan moet je het voorgelezen hebben, want ja, anders weet niemand waar het over gaat. Dus ik zal het snel doen. Ondergetekenden leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dienen de volgende motie in. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders DD 16 januari 2018, nummer 711, en gehoord de beraadslaging over het agendapunt vestigen voorkeursrecht Kern Dalfsen en overwegende dat ten eerste de behoefte aan extra woningen wegens zogenaamde verdunning in woningbezetting en uitbreiding van het aantal inwoners van het dorp Dalfsen de komende 20 jaar nog lijkt toe te nemen. Ten tweede aandachtstreepje. We minder kapitaalkrachtig waaronder onze kinderen en nieuwkomers een woning willen bieden in het eigen dorp. Derde. De mogelijkheden van inbreiding beperkter zijn geworden. Vierde. De nieuwe wijken zijn ruimer van opzet wegens nieuwe regels voor opvang van regenwater en de behoefte van mensen aan meer groen en ruimte in de wijk. Vijfde. De gemeente Dalfsen een actieve grondpolitiek voert. Zesde. De beschikbare grond voor uitbreiding van woningbouw in een gestaag tempo verminderd. 7. De periode voor legalisering van bouwgrond, van aankopen van percelen en van bouwrijp maken van bouwgrond 3 tot 5 jaar in beslag neemt. 8. De gemeente Dalfsen op tijd benodigde gronden wil verwerven en grondspeculatie zoveel mogelijk wil tegengaan. 9. Het college van BMW daarom de raad voorstelt om voorkeursrecht te vestigen op percelen in een ruim zoekgebied ten westen en ten oosten van de kern Dalfsen. 9. 10 volgens mij. De aankondiging hiervan heeft geleid tot grote onzekerheid bij bewoners in de aangewezen gebieden. 11. Deze onzekerheid voor veel inwoners zal worden weggenomen zodra definitief benodigde percelen zijn aangewezen en van een ander perceel het voorkeursrecht vervalt. 12. Dat een deel van de inwoners onduidelijk is wat er nu en na bekrachtiging van het voorkeursrecht wel of niet is toegestaan. En 13. De inspanningen van de gemeente om betrokkenen te informeren beter moeten. Spreekt uit dat extra beschikbaarheid van grond voor woningbouw aan de rand van Dalfsen nodig is. Inzicht nodig is in de verwachte woningbouwbehoeften en ook voor onze kinderen en tot welke behoefte aan bouwgrond tot 2040 dat leidt. Zo spoedig mogelijk duidelijk moet zijn voor welke percelen exact het voorkeursrecht komt te vervallen. En inwoners door de gemeente Dalfsen, door de gemeente dienen te worden geïnformeerd over voortgang en consequenties. Verzoekt het college
1. Zo spoedig mogelijk na het raadsbesluit de bewoners van de gebieden op individuele basis te informeren over voortgang en consequenties. 2. De raad te informeren over de voortgang en resultaten van deze informatieronde. 3. In april 2018 ter besluitvorming voor te leggen een plan van aanpak over het verdere participatie- en ruimtelijk ordeningsproces, inclusief informatiemomenten aan bewoners en raad. 4. In november 2018 een ruwe schets aan te geven hoeveel woningen Dalfsen verwacht te bouwen in nieuwe uitleggebieden, hoeveel netto oppervlaktegrond daarvoor uiteindelijk nodig is en een voorstel te doen aan de raad op welke kleinere gebieden het voorkeursrecht voor 3 jaar moet worden gelegd, omdat ze in aanmerking komen om opgenomen te worden in de structuurvisie. In mei 2019 een vernieuwde structuurvisie op basis van een helder participatieproces aan de raad voor te leggen, zodat bewoners niet veel langer dan zo'n 1,5 jaar in onzekerheid zitten. En gaat over tot de orde van de dag. En de indieners zijn de heer Lochtenberg van het CDA, de heer Hof van gemeentebelangen, de heer Wildvank van de Partij van de Arbeid en de heer Nijkamp van de ChristenUnie. Dat is een hele mond vol. En ik ga dadelijk even aan de wethouder vragen of hij het allemaal tot zich heeft kunnen nemen. De heer Wildvank wil naar aanleiding hiervan iets zeggen? Nee? Heel prima, doet u dat. Naar aanleiding hiervan valt eigenlijk voor mij steeds minder te zeggen, want een deel van wat hier in de motie staat maait ook wel het gras om mijn voeten weg. Maar ik ga het toch uitspreken, omdat net als u zegt, ik wil ook wel even vanuit mijn perspectief een aantal punten onderstreept hebben. Er is al heel veel over gezegd tijdens de commissie over dit onderwerp. En voor ons spelen hier een aantal zaken een rol. In eerste instantie woningbouw. De Partij van de Arbeid is de stellige mening toegedaan dat het voor de kern in de gemeente Dalfsen, dus ook de kern Dalfsen, van belang is dat er voldoende woningen kunnen worden gebouwd voor de inwoners. En daaronder verstaan we ook de gevolgen van verdunning van de bewoning, de huisvesting van jeugd van Dalfsen, de huisvesting van jonge gezinnen, starters en Dalfsenaren die na verloop van tijd terugkeren naar hun geboortegrond. Daaronder verstaan we ook de noodzaak om nieuwe Nederlanders op basis van landelijke afspraken ruimhartig tegemoet te treden. En uiteindelijk verstaan we daar ook onder, en zeker verstaan we daaronder, de bouw van sociale huurwoningen. Het beperken van die woningbouw zal in een kern onvermijdelijk leiden tot opdrijving van woningprijzen. Je zet zo'n kern min of meer op slot. En dat leidt wat ons betreft onvermijdelijk tot verhoging van prijzen. En daarmee zal Dalfsen uiteindelijk alleen nog bereikbaar zijn voor de welgestelde westerling die zijn huis in een heel andere markt heeft verkocht en daarmee de woning in Dalfsen nog kan betalen. Ik weet het, ik maak het een beetje plat, maar dat heb ik al meer raadsleden horen doen in deze discussie. Het verzet van een aantal partijen uit de vastgoedsector, de markt kan het allemaal beter, dat vind ik een geruststellende factor in dit verband. Want kennelijk zit de gemeente op het goede spoor. Was deze groep enthousiast geweest, dan had ik me pas echt zorgen gemaakt. Afwijken van de structuurvisie en een te lange termijn zijn de argumenten die veel ingebracht zijn. In de volgordelijkheid zie ik het vestigen van een voorkeursrecht voorafgaand aan een nieuw te ontwerpen structuurvisie wel als logisch. Je wilt immers ruimte maken om in de relatieve rust je keuzes te kunnen bepalen zonder dat er de druk van speculanten is. En dat is voor ons ook het doorslaggevend argument geweest om in te kunnen stemmen met dit voorstel. Dat we nog 10 jaar vooruit kunnen, althans, dat is de veronderstelling die ze nu nou werd geuit. Zelfs 10 jaar is in de vastgoedwereld wat ons betreft relatief een korte termijn. Tijdens de bijeenkomsten georganiseerd door plaatselijk belang Ankum, waarvoor nog compliment, kwamen zorgen en onvrede ook vooral naar voren op die lange termijn. En dat snappen we heel goed. Dat punt is ook wel wat voor ons een beetje op de zeef is blijven liggen. De onzekerheid voor die langere tijd. Wordt er wel of niet gebouwd en zo ja waar. Dat is vervelend en die moet zo snel mogelijk worden weggehaald. De oproep aan het college is om dat zo kort mogelijk te houden. Dat is mooi verwoord in de motie die net is voorgelezen. Dus wat dat betreft is dat punt voor ons voldoende nu naar voren gebracht. Kortom, wij kunnen instemmen met het voorstel. Dank u wel. Ik kijk even rond. Ander nog? Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Het feit dat we mede-ondertekenaars zijn van de motie geeft natuurlijk wel aan dat we dat steunen. En ook de noodzaak, de nut en noodzaak is denk ik door de vorige sprekers voldoende aangehaald. Waar ik nog wel kort wat van wil zeggen is de aanloop hier naartoe. En dat is ook wel een reden geweest dat wij er in de fractie nog wel lang over gesproken hebben. Wet voorkeursrecht gemeente is een middel om speculaties tegen te gaan. Dat is voor iedereen duidelijk. Maar er kleven ook zeker nadelen aan. En wat we wat vervelend vinden is dat het college besloten heeft om vlak voor de kerst, vlak voor de verkiezingen, dit voorkeursrecht op een heel groot gebied te leggen. En daar zijn we absoluut niet blij mee. En ook de manier waarop de informatievoorziening naar de raad gekomen is, dat hadden we toch wel graag anders gezien.
Dat meewegend, die aanloop is zo geweest, dat kunnen wij niet veranderen. Vinden we het ontzettend belangrijk dat er heel snel duidelijkheid komt, dat dat goed onderbouwd wordt. En dat dat in november ook voor iedereen die daar mee geconfronteerd wordt, ook echt duidelijkheid is van, joh, voor mijn kavel of voor mijn perceel gaat het er vanaf. Dat staat denk ik voldoende verwoord in de motie die het CDA ingediend heeft. Dus op dat punt onderschrijven we die motie en kunnen we ook instemmen met het voorstel. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Evenals in de commissie geven we ook nu aan dat actieve grondpolitiek een onderwerp is wat wij steunen. Als gemeente moet je je regierol kunnen waarmaken en vestigen van voorkeursrecht behoort wat ons betreft daarbij. Wel vinden we dat het college nalatig is geweest in het proces. En dat heeft de wethouder eigenlijk zelf ook aangegeven in de commissie. Het college had gelijktijdig met de formele brief een uitnodiging moeten doen voor een uitgebreide voorlichting. En opnieuw is eigenlijk gebleken dat de interactie niet op een goede wijze is uitgevoerd. En onze oproep is daarom ook, maak ons nog klip en klaar wat het betekent voor de mensen die daarmee te maken hebben met het voorkeursrecht. Dan over de novembernota een aantal opmerkingen. We zijn blij dat het college een hoog tempo wil hanteren. Laat de onzekere situaties die worden ervaren bij de bewoners zo kort mogelijk duren. Wat ook al in de motie staat, kom met een procesaanpak zo snel mogelijk. Maar wat ons betreft inderdaad de eerste raadsvergadering of commissievergadering na de verkiezingen. Inhoudelijk, daar heeft de wethouder inmiddels wel iets van gezegd van wat er dan te verwachten is. Toch is dat min of meer, lijkt het uit de losse pols. Wat ons betreft mag dat wel wat steviger. En gecombineerd met die procesaanpak zouden wij willen pleiten voor een compacte kadernotitie. Waarin gewoon helder is van wat nou de uitgangspunten zijn voor dit hele proces. En dan hebben we het niet alleen over de demografische ontwikkelingen. Maar dan hebben we het ook over woonvisie. Welke elementen pakken we daar nu uit? Ruimtelijke ordening, kernenbeleid, et cetera. Misschien dat het college er zelf ook nog wel een aantal zaken kan toevoegen. En wat ons betreft kunnen procesaanpak en kadernota in één. Dan over het gebied voor het voorkeursrecht. Aangewezen gebied, bijna 80 hectare, lijkt groot. We hebben uiteindelijk de komende 15 jaar misschien zo'n 20% daarvan nodig. Dat gezegd hebbende, stellen we ook dat gebieden waarop geen voorkeursrecht is gevestigd, wat onze fractie betreft, niet uit beeld zijn. En blijkbaar verschillen we daarmee met het college. En wij bedoelen ook dan met name het noordelijk gebied. Nou is dat geen onderwerp van besluitvorming deze avond, maar we zijn wel benieuwd of het college toch uiteindelijk deze oproep wil volgen. En als dat echt niet zo is, dan is het wat mij betreft tijd voor een motie. Om toch helderheid te krijgen over dit onderwerp. Omdat, wat we zeiden, het voorkeursrecht ruim is gevestigd, roepen we het college op om uiterst voorzichtig te zijn met het ingaan op aanbiedingen in het Verre Oosten en het Verre Westen. En u weet dan wel welke gebieden we bedoelen. En we horen graag hoe het college daarin zit. Alles overziend, het proces kon echt beter. Het gebied is ruim. De beoogde snelheid om tot definitieve keuzes te komen is wat ons betreft hoog en maar ook wel passend en noodzakelijk. En wat ons betreft kunnen we verder instemmen met het voorstel als het gaat over het vestigen van het voorkeursrecht. Dank u wel. Meneer Hooijakkers. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Ja. In de nota grondbeleid gemeente Dalfsen 2016-2020 staat het volgende. Sociale samenhang, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid staan bij de gemeente Dalfsen hoog in het vaandel. De gemeente wil haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties actief betrekken bij beleid, ontwikkeling en uitvoering van plannen en projecten voor de kernen. Het ontwikkelen van vitale gemeenschappen in een onderscheidende woonplaats van groene signatuur is hierbij ook de centrale missie van de gemeente Dalfsen. Het is voor ons onduidelijk in hoeverre de huidige WVG-claims en de wijze waarop het proces tot nu toe is verlopen bijdragen aan deze missie van de gemeente Dalfsen.
Het gebied waarop nu een claim wordt gelegd is zeer groot. Daarnaast is het zo dat wat ons betreft dit voorstel ook nog een keer hele grote renterisico's met zich meebrengt voor de gemeente, indien de verworven gronden niet of niet conform planning kunnen worden ontwikkeld en worden uitgegeven. Wat we missen is een duidelijke visie. Dat hebben we ook al in de commissie gezegd, op de hoeveelheid woningen die nodig zijn in Dalfsen. Het argument dat mogelijke speculanten actief zijn, is wat ons betreft veel te mager onderbouwd. Voor de VVD is het voorstel dat voor ligt schieten met hagel op een mug. De omvang staat wat ons betreft in geen verhouding tot wat nodig is. We zullen ook tegen het voorstel stemmen. Meneer Goijakas, D66. Dank u wel, voorzitter. Het valt mij op dat bijna iedereen die spreekt toch ernstige kritiek heeft, ondanks het feit dat de actieve grondpolitiek in beginsel wordt ondersteund. En het wordt over het proces en het gaat over allerlei zaken. En u zult niet verbaasd zijn dat ik er ook zo over denk. En ik heb nog steeds niet begrepen waarom nu plotseling deze actie zo inderdaad vlak voor de kerst en vlak voor de raadsverkiezingen moest gebeuren. Dat heeft niemand mij nog kunnen uitleggen. En dat er nu veel vraag naar grond is, dat hoor je dan, kan geen verrassing zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we onze plannen dan meteen nu moeten wijzigen. Want we hebben een bestaande structuurvisie, die geldt 1,5 jaar. En dit is volkomen onverwachte actie, wat mij betreft. Waarom niet de huidige structuurvisie uitvoeren? D66 heeft sinds wij weer in de raad zitten steeds een duidelijk standpunt gehad over de ons inziens ongecontroleerde groei van het dorp Dalfsen en over het daardoor ongewenst bouwen in ons mooie buitengebied. En sinds we als gemeente geen regels meer mogen stellen voor de uitgifte van gronden en dus niet meer de voorkeur kunnen geven aan onze eigen inwoners of mensen die hier werken, moet je wel kritisch zijn als gemeente. Bouwen omdat er vraag is of omdat je daar als gemeente veel aan kunt verdienen, mag geen automatisme zijn. En extra veel bouwen garandeert nog niet dat onze eigen jeugd, waar het iedereen het over heeft, altijd de kavel kan krijgen. Want de vraag naar woningen is op dit moment bijna oneindig. Er is dus heel veel concurrentie. En partijen in de raad die stellen dat het mooie buitengebied en de natuur hun heilig is, dat heb ik in de commissie gehoord, maar tegelijkertijd ook willen garanderen dat onze jeugd altijd een woning en een kavel kan krijgen, en daarom de grootste plannen van het college steunen, die zijn wat mij betreft niet consequent. En ik denk dat de inwoners van Dalfsen daar doorheen kijken. En ik denk dat het beter geweest zou zijn om eerst een goede analyse te maken. Kijken naar het draagvlak in het winkelbestand, de scholen, waar willen we bouwen? Belangrijk voor de levensvatbaarheid van kleine kernen. En misschien zijn we daar nu te laat mee, of bijna dan. Maar, geacht college of beste raadsleden, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het is nog niet te laat, denk ik. Mijn advies is eigenlijk het volgende. Gebruik de komende maanden voor op de eerste plaats de introductie van een instrument waar D66 al jaren voor pleit. Differentiatie van grondprijzen. De grotere partijen hebben tot nu toe geen onderscheid willen maken, maar de markt doet hier natuurlijk zijn werk. Natuurlijk is de grond in Oosterdalfsen meer waard dan bijvoorbeeld in Oud-Leuzen. Ik woon daar zelf, dus ik denk dat ik mag zeggen. De huizen zijn ook anders geprijsd in de verschillende kernen. Dit onderscheid in grondprijzen kun je binnen 2 maanden geregeld hebben als je wilt, als wij dat willen. De tweede plaats, maak als gemeente een goede toekomstanalyse van de gewenste ontwikkeling per kern. We hebben recent een overzicht van alle voorzieningen gemaakt. Koppel daar dan het draagvlak aan en spreek met ondernemers en de scholen. Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat er bestaansrecht is voor scholen en winkels in alle kernen. Derde plaats, onderzoek en bevraag de inwoners van de kernen wat zij willen. Hoe zien zij de toekomst van hun dorp? Willen de mensen die in Dalfsen wonen meer bouwen dan de behoeften van hun eigen bevolking? Willen zij dat Dalfsen een nieuwe woonwijk voor Zwolle wordt? En welk belang hecht men aan een mooi groen buitengebied? En als raad onverhoopt toch besluit het voorkeursrecht te vestigen, betrekt dan tenminste het gebied Noord bij de afweging en vergelijking. Ik was ernstig teleurgesteld in het antwoord van de wethouder en ik zal een motie samen met ChristenUnie en misschien Partij van de Arbeid dan ook van harte mee indienen. Verder vind ik het van belang, en dan refereer ik even aan de bestaande structuurvisie, dat we een betrouwbare overheid zijn.
Als we al na anderhalf jaar denken dat we nieuwe structuurvisies moeten maken, dan geven we ook een verkeerd signaal. Als mensen huizen kopen omdat ze denken dat er een gebied is waar niet gebouwd zal worden de komende 10 jaar, en nu wordt er voorkeursrecht gevestigd, dan vind ik dat wij als gemeente het verkeerde voorbeeld geven. En al die adviezen, dat hoeft natuurlijk geen jaar te duren. Dat voorstel kan helpen bij het maken van goed onderbouwde plannen voor eind 2018. En een besluit over hoeveel woningen moet je de komende 10, 15 of 20 jaar bouwen en waar. En laat de nieuwe raad vervolgens maar besluiten wat er moet gebeuren. Vooralsnog zal ik tegen het voorstel stemmen, voorzitter. En ik neem aan dat de motie daarna aan de orde komt. Hè? Ik heb volgens mij nog... Ik heb één motie, dat is die van de heer Lochtenberg. Nee, voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de heer Royaks naar aanleiding van zijn inbreng? Mag ik even toch... Ja. Eerst, ja, mag u, maar eerst even antwoorden. Ik heb één motie en moties worden altijd na de stemming over het onderwerp, wordt daarover gestemd. En amendementen uiteraard daarvoor. Aanvullend vraag, meneer Wildvank. Ja, ik heb meneer Royakkers horen zeggen wat hij vindt dat er vooral niet moet. Zeker ook gelet op, ken ik het feit dat de markt natuurlijk niet zomaar alles gaat oplossen voor ons. Dat begrijp ik ook, maar de vraag aan hem zou natuurlijk zijn, wat dan wel? Tweede vraag die ik aan hem heb is van ja, de onderzoeken die hij beschrijft van ga na met de burgers wat goed en standig zou zijn, die snap ik heel goed. Maar dat kan volgens mij juist heel goed tijdens die fase van de WVG. Dus ik zou me aan vragen aan hem ook willen stellen, is dat niet feitelijk datgene wat het college nu voorstelt? Nee, meneer Royakkers, is uw voorstel niet feitelijk wat het college voorstelt? Qua advies van wat men zou moeten doen als dit onverhoopt wordt aangenomen, dit voorstel wel. Maar ik vind het nog steeds onbegrijpelijk, en daar heb ik nog geen antwoord op gekregen, waarom we anderhalf jaar na een structuurvisie die we vaststellen, weer kennelijk een nieuwe structuurvisie moeten maken. En waarom we de onzekerheid, de zekerheid die mensen dachten te hebben, dat ze voor een jaar of 10 een mooi uitzicht hadden en rustig kunnen blijven wonen enzovoort, dat we dat moeten opgeven. Wethouder, er zijn onderhand eigenlijk, er zijn opinies gegeven, maar in uw opinies is ook gewoon een heleboel, zijn toch weer een heleboel vragen naar orde gekomen en er ligt een motie op tafel. Dus mijn vraag aan u is, zou u op die motie willen reageren? En zou u ook op een aantal van de vragen die zijn gemaakt, of de opmerkingen of de suggesties, of hoe dan ook, zou u ook op willen reageren? Nou, voor wat betreft een nieuwe structuurvisie, ik wil erop wijzen dat in de huidige structuurvisie, de Raad heeft gekozen voor een richting naar het oosten. En voor zover, en dat weet de heer Royakkers ook, dat dus het voorkeursrecht aan die kant heel logisch is. Aan de westzijde, als je daar zou willen gaan uitbreiden, dan zul je een aantal stappen moeten ondernemen. En dan moet je eerst een nieuwe structuurvisie voor die kant opstellen. En vervolgens kun je een bestemmingsplan gaan wijzigen. Nou, dat gaat even duren. Dus dat ben je wettelijk verplicht. Daarom moeten we dat doen. Maar de bestaande structuurvisie richting het oosten, daar sluiten we deels bij aan. Dan de heer Nijkamp, die vraagt, even kijken, of het mogelijk is een kadernota in april voor te leggen. Nou, ik lees hier een plan van aanpak. Een kadernota vraagt iets meer tijd om dat echt volgens onze afspraken te doen. Want dan moet er eerst het een en ander door de Raad besloten worden. En daarna kan er pas een kadernota geschreven worden. Dus ik vind het een wat zware term die u ervoor gebruikt. U bedoelt wellicht wat anders. Mag ik hem even toelichten wat ik bedoeld heb? Er wordt aan de ene kant gesproken ook in de motie over een procesafspraak of een... Ja, iets andere term, maar het komt er wel op neer. Het gaat vooral over het proces. Maar waar het ook om gaat, is van wat zijn nou de inhoudelijke kaders die we voor dit traject gaan hanteren. En als je de discussie in de commissie en de raad volgt, dan zie je dat daar best wel wat verschillend over gedacht wordt. En om nou die discussie niet in november te krijgen, en om eigenlijk ook het college in die zin inhoudelijke richting mee te geven, lijkt het ons wijs om vroegtijdig in het proces toch even die inhoudelijke punten bij elkaar te trekken. De heer Royakkers had net een heel betoog, even los van of ik het daarmee eens ben of niet, maar het zijn wel relevante punten om eens even over te hebben met elkaar. Van wat zijn nou de elementen die je met elkaar beetpakt? En dat is wat ons betreft een kadernota.
En het helpt u in ieder geval om dan het resterende half jaar met een gerichte opdracht aan de slag te gaan. Ik noem het dan toch liever even een plan van aanpak. Even in de termen van... We moeten niet in semantiek terechtkomen nu, want dan wordt het heel vermoeiend. Maar zoals ik de motie lees, wordt eigenlijk gevraagd om in april met een startnotitie te komen. En in de startnotitie staan uitgangspunten geformuleerd. En daar staat dus ook geformuleerd in wanneer de Raad over kaders gaat spreken. Dat kan dan misschien wel in die notitie in mei zijn, dat kan in juni zijn. Maar dat staat in de startnotitie. En u heeft dan alle ruimte om een kadernotitie of aanvullende notities te vragen. En de wethouder zegt nu, als ik hem goed versta, gun me even die tijd om dat in die startnotitie op een heldere manier te formuleren. En ik adviseer het u ook, want anders gaan we nu heel lang in het semantiek en we weten niet eens wat er in die kadernota komt en wat het verschil is met een startnotitie enzovoort. Dus in april heeft u een notitie over dit onderwerp, die kunt u amenderen, zoveel als u wilt. En als u dan vindt dat er nog voor de zomer iets moet worden gedaan, kunt u het op dat moment vragen. Dat kunt u ook smart maken. Als u zegt van er staan ook inhoudelijke uitgangspunten in, inhoudelijke richtingen, akkoord. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd er is een startnotitie en op dat moment kunt u die amenderen. U kunt vragen om een tussentijdse notitie te vragen voor de zomer. Die kunt u dan ook smart maken. En dat is gewoon de volgorde waarin we doen. Dus we beginnen met een startnotitie. En ik denk dat dat hier, zo lees ik hem. Voorzitter, mag ik daar nog een vraag over stellen? Als u die motie nog in beeld zou kunnen stellen of zetten. Betekent dat dan dat de tekst in april 2018 ter besluitvorming voor te leggen een plan van aanpak gewijzigd wordt in een startnotitie? Snap ik het dan goed? Is dat wat u nu zegt, dat we dat dan moeten bespreken? Precies wat ik bedoel als we het gaan hebben over semantiek. Ik lees hem als een startnotitie. En als de wethouder dadelijk zegt, ja, dat zijn de criteria die je in een startnotitie hebt. En daar staat dus de participatietraject in en wat je precies wilt. Op welke termijn en welke tussenstap je gaat zetten. Dan moet je hem zo lezen. En dan maakt het niet zoveel uit. Maar dat zou mijn advies zijn, want u gaat echt heel lang praten over heel veel termen zonder dat u precies weet waar u over heeft. Meneer Royakkers. Ben ik nou de enige die niet snapt waarom er nu in één keer plotseling zo'n overval moet plaatsvinden met dat voorkeursrecht? Omdat we... Vindt u het goed dat ik dit punt echt even afmaak? Ja, maar ik heb toch geen antwoord gekregen. Joh. Ja, maar hij was ook nog niet klaar. Dit ging even tussendoor. Dus dit was even richting de heer Nijkamp. Volgens mij hebben we heel goed gehoord wat u gezegd heeft. Het onderwerp komt terug. Meneer Van Leeuwen, u was nog lang niet klaar. U had ook nog niet gereageerd op de motie en zo. Nee, maar het gaat allemaal prima zo. Nee, maar de startnotitie, ik denk dat dat een terechte opmerking van u is, voorzitter. En dat we daarin de uitgangspunten vastleggen, akkoord. Ik heb wel nog even een vraag aan de heer Lochtenberg, want in de motie staat ook dat we de bewoners van de gebieden op individuele basis moeten informeren. Dat hoeft toch niet zo dwingend individueel, hoop ik, hè? Het mag van mijn bedrijf ook zijn indien daar behoefte aan is. Dus als u dat afstemt met de bewoners van wie daar behoefte aan heeft van individueel geïnformeerd te worden, als u dat toe kunt zeggen, dan is het naar ons betreft ook prima. Prima. Nou, waar behoefte dat, is, moet u bereid zijn om met mensen in gesprek te gaan. Dat is een feit. Die bereidheid is er, want dat doen we op dit moment ook al. Dus dat is geen probleem. Sorry. Dan mag ik daar een actieve opstelling van u in verwachten? Jazeker. Dus u even pols van of men er behoefte aan heeft. Jazeker. Okay. Dat mag u. Maar dan ben ik van mijn apropos. Ik denk dat het belangrijkste punt nog het inhoudelijke punten die de heer Royakkers naar voren heeft gebracht met betrekking tot de volgorde der dingen. Hij vraagt zich af waarom begint u met een voorkeursrecht en waarom gaat u nu het eerst gewoon eens een keer goed nadenken over wat u eigenlijk wilt. Dat is de eerste opmerking die u ruwweg maakte. En de tweede opmerking die u maakte was, er is toch een structuurvisie vastgelegd. Waarom handel je niet binnen die structuurvisie? Waarom wijs ik nu dan? Meneer Royakkers, ik vat het op mijn manier samen. In het college is er discussie geweest over het vestigen van het voorkeursrecht. Dat zal u niet verbazen. Daar is toen gekeken waar en hoe is op dit moment in de structuurvisie neergelegd welke kant Dalfsen op zou moeten groeien.
Daar hebben we bij aangesloten door op die kant, de oostkant, het voorkeursrecht van toepassing te verklaren. Tegelijkertijd is er in het college gedebatteerd over, is dat wel de enige richting die je op wilt? Zou het niet zo zijn dat het veel logischer is om ook aan de westzijde van Dalfsen die uitbreiding te zoeken? De noordzijde is ook aan bod geweest, maar die hebben we weer vrij vlot verlaten. Uiteindelijk is ervoor gekozen, en dat is ook in de commissie heb ik dat toegelicht, om de raad zo ruim mogelijke keuze te laten om het voorkeursrecht te vestigen zoals het er nu ligt. En dat het erg groot is, ben ik volstrekt met u eens. En dat we dat snel moeten kaderen en kleiner moeten maken en duidelijk moeten maken naar de inwoners waar het wel doorgaat en waar niet, zijn we het ook volkomen met elkaar eens. Maar de volgordelijkheid der dingen, die vragen al een keer dat je eerst het voorkeursrecht vestigt ter voorkoming van grondspeculatie. En vervolgens ga je dan aan de slag. Ja, en ik kan dat niet veel anders maken, meneer Rooijakkers. De motie, meneer Van Leeuwen, wethouder Van Leeuwen. Nou, met de toelichting die de heer Lochtenberg heeft gegeven, dat wij actief bezig gaan, maar dat dat naar behoefte is, dat informeren, prima. En voor het overige was ik het ook wel eens met de toelichting van de heer Nijkamp. Dus ik ben heel blij dat een overgrote meerderheid van de raad het collegebeleid steunt. Namelijk actieve grondpolitiek en het vestigen van voorkeursrecht. En zoals ik de motie lees, helpt die voor een belangrijk deel om nadere invulling te geven in het proces naar november toe. Dus prima. Ik ben bijna dankbaar voor de motie. Voorzitter. Meneer Lochtenberg, CDA. Betekent dat, wethouder, dat u aangeeft dat de stappen zoals die in de motie staan beschreven, onder andere het opknippen in het gebied van een deel wat al heel snel kan horen, dat ze niet verder onder het voorkeursrecht vallen, en een deel wat overblijft, dat is ook een redelijk gebied nog, maar dat is wat ruimer dan het uiteindelijke gebied wat nodig is, hè, maar om ruimte te hebben voor een verdere ontwikkeling van die structuurvisie, dat u het daarmee eens bent, en ook met de bespoediging van het totaalproces. Dus dat waar het kan, dat we daar op geen stukken na, met andere woorden, die 3 jaar gaan halen. Wethouder. Nou, op geen stukken na die 3 jaar, dat is me een iets te boude uitspraak. Maar voor het overige ben ik het volledig met u eens. En ja, een inspanningsverplichting om dat sneller dan die 3 jaar te doen, die wil ik mezelf wel opleggen. En het wordt getrapte besluitvorming. Dat zegt de motie heel helder. En we pellen af. Ja, dat is duidelijk. Meneer Hof, gemeenteplan. Voorzitter, ik wil nog graag een kleine nuance aanbrengen bij de opmerking van de wethouder net. Dat wij raadsbreed eigenlijk, of in ieder geval in een heel grote groep mensen uit de raad, het college beleid steunen. Als ik kijk naar het actieve grondbeleid, dan kunnen we ons daar heel goed in vinden. De grootte van het gebied en de timing hebben we ook al een aantal keren aangegeven dat wij daar wat ongelukkig mee zijn. De belangrijkste reden voor de grootte van het gebied wordt ook net door de wethouder aangegeven. Dat is om de raad heel veel vrijheid te geven om te kunnen kiezen. Dat voelt een beetje als een oud vrouwtje helpen oversteken die nog niet weet of je ook naar de overkant wil. Dus ik wil wel een kleine nuance aanbrengen bij dat beeld dat het heel breed gesteund wordt. We hebben nu eenmaal de situatie dat het voorkeursrecht gevestigd is. Daar kunnen we moeilijk van terug. Meneer Wildfunk. Nou, ik vermoedde eigenlijk dat u over wilt gaan tot de besluitvormende fase. Ik zou het best willen. Ja, dat dacht ik al. Ja. En ik zou behoefte hebben aan 5 minuten schorsing om nog even over dat puntje van die noordelijke kant te overleggen met een paar collega's. Dus als ik 5 minuten zou kunnen krijgen, graag. Ja, zeker. Moeten we 5 minuten kunnen blijven zitten? Kan dat? Blijf maar lekker even allemaal zitten, want anders moet je er weer naar binnen zien te krijgen. Dat vind ik ook niks. 5 minuten schorsing. En echt niet meer, meneer Wildfunk. 5 minuten.
Dames en heren, ik heropen de vergadering en we beginnen met voorheen agenda punt 9 en nu agenda punt 10, stedenbouwkundige invulling appartementengebouw Pignel. En de heer Royakkers onthoudt zich bij het voorstel van de beraadslagingen. Dat heeft hij ook hiervoor iedere keer gedaan, omdat hij als voorzitter van de Raad van Toezicht van Roosegaarde ook betrokken is bij de verhuur. Hij stemt wel mee. En het standpunt van D66 is door de commissieleden verwoord en is ook verspreid via de RIS. En ik heb de heer, ander punt. De heer Aad Westerman heeft vanwege privéomstandigheden de vergadering moeten verlaten. En ook de heer Van Leeuwen heeft de vergadering verlaten. Oké, het onderwerp is volgens mij zeer uitgebreid besproken in de raadscommissie. PvdA kan zich niet in het voorstel vinden. Als ik het goed heb, en ook de VVD neigt naar een nee. En de overige fracties hebben het oordeel in beraad gehouden. Afgelopen donderdag heeft Vechthorst in een openbare technische sessie nog een toelichting gegeven. Bijbehorende presentatie is ook op het RIS gezet. Behandeling in twee ronden. Informerende ronde, daarna opinierende en vervolgens stemming. Dus we beginnen met de informerende ronde. Wie van u heeft nog behoefte aan informerende vragen? CDA niet, zie ik. PvdA niet. De heer Jutte, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag. U noemde al de technische sessie van donderdag. Eigenlijk de vraag die daaruit voorkomt van, is er sindsdien nog iets veranderd in de standpunten van Vechthorst, mede gezien de vele vragen die die avond zijn gesteld? Dat zijn alle informerende vragen tot nu toe, ook niet voor de ChristenUnie. Meneer Schuurman, mag ik u het woord geven? Ja, daar kan ik heel kort antwoord eigenlijk op geven. De technische sessie is geweest, is uitleg geweest en dat was het standpunt van Vechthorst. En dat is dus niet gewijzigd. Nou, dat is zo duidelijk als wat. Nou, dan mag ik denk ik naar de beeldvormende fase toe. Ja? Opinierende ronde. Wie van u mag ik als eerste het woord geven? Iemand moet beginnen en ik ben het niet. De heer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, ik wil wel beginnen. We hebben mee teruggenomen naar de fractie, uitgebreid over gesproken. Meerdere keren overigens ook gedaan. We vinden het een mooi concept. Een x-aantal appartementen geschikt voor thuiszorg. Locatie is prima dichtbij. Rozengaarde, maar, en dat heb ik in commissie ook al gezegd, participatie en communicatie laten echt wel te wensen over. De participatie van de buurt is erg laat op gang gekomen. We begrepen dat de eerste schetsen al uit 2009 dateren en er is zelden of nooit met de buurt gesproken. Het hoogteprobleem had creatief opgelost kunnen worden, maar die kans is in feite voorbij gegaan. Het informeren en meenemen van de raad is nog later op gang gekomen volgens mij. 15-2 werden we geïnformeerd over dingen die we ook wel eerder hadden willen weten en over mee hadden willen praten. Informatie over de bouwhoogte was niet helder en het hele proces is wat dat betreft niet goed verlopen. Tweede opmerking heeft te maken met het gaslozen van de bouw. De discussie over gasloze bouw loopt al jaren, heb ik in commissie ook al gezegd. Het lijkt alsof Vechthorst dit volledig heeft gemist. Er werd op een gegeven moment zelfs gezegd, we waren al te ver om het plan te kunnen aanpassen. Dan denk ik, ja, dat had dus gekund als je op tijd was geweest en je had gewoon de discussies gevolgd. En maatschappelijk vinden we dat onverantwoord. En dan nog het laatste punt, rendabel. Volgens Vechthorst is een gebouw in een andere vorm en gasloos niet rendabel te maken. Wij zijn door de geleverde informatie hier niet van overtuigd geraakt. En wij kunnen niet anders dan tegen deze stedenbouwkundige invulling van deze locatie stemmen. Helder. Dan meneer Jutte, gemeentebelang. Dank u wel. Voor ons ligt inderdaad het voorstel betreffende de stedenbouwkundige invulling van de Pignel-locatie. En u vraagt ons daarmee in te stemmen. De vraag is of we dat kunnen of willen op basis van hun schetsontwerp en het bijbehorende visiedocument. Dit is procesmatig al een lastige, omdat wij als raad geen referentiekader hadden of hebben voor dit ontwerp. Er was namelijk nog geen stedenbouwkundige visie voor deze locatie om aan te toetsen. Als fractie hadden we al wel een visie betreffende de duurzaamheid. En daar toetsen we zelf op. En het grote punt naast de communicatie, die ook al door het collega genoemd werd net, met de omgeving, is de weigering om gasloos te bouwen. En dat ondanks de ambitie van onze gemeente om dat wel overal toe te passen. De redenen die Vechthorst daarbij aangeeft landen niet echt bij onze fractie. En volgens ons kan en moet het anders. De financiële en technische redenen die zij
aangeven overtuigen ons nog niet om dit voorstel te steunen. Aan de andere kant is er echter de grote wens om deze appartementen te realiseren en ook op deze plek, zoals zo vaak genoemd, dicht bij het centrum en bij Rozengaarden, van waaruit zorg te leveren is. En die behoefte is zeker aanwezig. Voorzitter, de fractie van gemeentebelangen heeft na lang en zorgvuldig beraad besloten om het voorstel zoals het nu voor ligt toch niet te steunen. En daarbij is het niet gasloosbouwende oorzaak. We kunnen dat binnen onze visie van duurzaamheid niet zomaar laten gebeuren. Echter zouden we graag zien dat het plan teruggaat naar de tekentafel en passend bij onze visie terugkomt. Gezien de reeds aanwezige kennis van bezwaren en wensen van de omgeving, moet het snel kunnen en kan de Raad misschien binnen een half jaar of eerder opnieuw een oordeel vellen over een nieuw plan waarin onze wensen wel verwerkt zijn. We zijn nu eenmaal deze duurzame weg ingeslagen en dan is het voor ons enig uitstel van het plan wel waard. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Kouwer, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, tijdens de commissievergadering sloot ik af door aan te geven hoe belangrijk de CDA-fractie het vindt dat er voor de doelgroep senioren met een zorgbehoefte wordt gebouwd. En hoe geschikt wij de PNL-locatie daarvoor vinden als inbreidingslocatie. Ik zal niet alle argumenten gaan herhalen, daar is vorige week uitgebreid bij stilgestaan. Maar dat deze positieve aspecten voor ons aan de ene kant van de weegschaal liggen, dat het mag duidelijk zijn. En dan de beoogde energievoorziening met gas, die ligt voor ons aan de andere kant van de weegschaal. Vechthorst heeft donderdag in de presentatie proberen duidelijk te maken waarom er niet gasloos gebouwd kan worden. En hoewel ze aangeven duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben staan, is het blijkbaar niet gelukt om aan het verzoek van de Raad tegemoet te komen. En voor duidelijkheid, dat rekenen we niet alleen Vechthorst aan. Blijkbaar zijn er ook in dit huis verkeerde signalen afgegeven en hebben daar als Raad ook niet eerder op kunnen toezien dat het zo gedaan is. Ja, CDA-fractie vinden we het echter niet uit te leggen om in het licht van deze discussie, of alle discussies over energie, hier maar ook buiten Dalfsen, alsnog akkoord te gaan met een nieuwbouwplan dat niet gasloos wordt verwarmd. Een hoge duurzaamheidsambitie in Dalfsen, daar zeggen we volmondig ja op. En komt het nu even niet uit, jammer dan. Ja, voorzitter, daar past wel CDA voor. Als we dan de balans opmaken, zien we onszelf voor een dilemma. Het is daarbij goed om aan te geven dat we als fractie beseffen welke mogelijke negatieve gevolgen uitstel kan hebben voor zowel initiatiefnemer, toekomstige gebruikers, de buurt, maar ook voor de gemeente. Ook die aspecten die hebben we meegewogen in onze afweging. Ook wij hebben er uitgebreid bij stilgestaan en zouden eigenlijk met deze voor's en tegens ook net als gemeentebelang aan de wethouder willen vragen om het plan mee terug te nemen. En toch een laatste poging te doen alternatief te onderzoeken. Want anders zien wij ons ook genoodzaakt om vanavond niet in te stemmen met het voorliggende voorstel, voorzitter. Dank u wel. Ik ga verder. Meneer Wild van de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Nee, de commissie is er natuurlijk van alles over gezegd over dit onderwerp. We hebben daar direct duidelijk gemaakt dat het niet gasloos bouwen voor ons een absolute voorwaarde is. Een voorwaarde zonder welke niet. Al met al komen wij in ieder geval tot de volgende conclusie. En ik doe dat ook net als mijn voorgangers iets uitvoeriger. Het bouwen van een complex, zoals het hier is voorgesteld, is iets wat heel goed past in onze visie zoals die bestaat over woonzorgcomplexen in de gemeente Dalfsen. De plek is uitermate geschikt vanwege de nabijheid van Rozengaarden en er is meer dan voldoende vraag naar woningen zoals hier bedoeld. Nogmaals, de Partij van de Arbeid is dus groot voorstander van de bouw van een dergelijk complex. Laat dat volstrekt helder zijn. En er zijn twee pijnpunten in dit dossier. De communicatie met de omwonenden laat op zijn minst wat te wensen over. Die directe omwonenden werden op een veel te laat moment betrokken en konden feitelijk geen echte invloed meer uitoefenen op het voorstel. Daarmee was de weerstand, voorspelbaar, een feit. En ja, dan gaat de discussie opeens van dik hout zaag met planken en vallen alle nuances weg. Van de omwonenden heb ik uit eigen mond horen zeggen dat ze, als er op een ander moment was gecommuniceerd en er ook daadwerkelijk nog wat invloed had kunnen zijn, de weerstand er naar hun oordeel en naar hun inschatting nog helemaal niet was gekomen. Maar het proces zoals de Vechthorst en toch ook de gemeente dat heeft gevolgd, heeft geleid tot de bezwaren zoals we die nu kennen. En daarmee zit alles vast. Het onderdeel gasloos is voor ons het tweede pijnpunt en dat is om meerdere redenen het geval. Om te beginnen is het iets waar de gemeente, mede met instemming en voorspraak van de Partij van de Arbeid, al jarenlang mee in de weer is. Ik kan me goed herinneren dat een aantal jaren geleden, ik leg even de nadruk op, een aantal jaren geleden, wij hier spraken over een woongebied in Lemelenveld, waar ook nadrukkelijk dit punt gasloos aan de orde kwam.
Veel weerstand ook toen, maar uiteindelijk is daar doorgezet. Ook wel enigszins tegen de zin van de toenmalige aspirant kopers en bouwers. Nu, jaren later, is er sprake van een voorgenomen bouw door een maatschappelijk vastgoedorganisatie. Een ooit door de overheid opgerichte instelling die zelf als taak heeft het bouwen van sociale huurwoningen. En juist die organisatie die zich ook profileert als een organisatie die maatschappelijk verantwoord wil ondernemen, stelt hiervoor dat Gasloos niet kan vanwege de kosten. En ik citeer dan even de site van Vechtorst. Vechtorst is een organisatie met een maatschappelijke doelstelling. Vechtorst wil dan ook graag op een maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen. Duurzaamheid als onderwerp speelt een rol van betekenis in alle lagen van de samenleving en binnen alle sectoren. Einde citaat. Desgevraagd gaf de vertegenwoordiger van de Vechtorst afgelopen donderdag aan dat dit project eigenlijk niet meer anders kan vanwege de extra kosten. En ook gaf hij aan dat alle nieuwbouwprojecten vanaf nu wel zullen voldoen aan die eis. Met andere woorden, het is een eenmalige nog en ook laatste keer dat ze een dergelijke investering op zo'n ongelukkig moment moeten doen. Want het laatste is natuurlijk ook wel aan de hand. Eenmalig een bedrag ophoesten en daarmee verantwoord investeren. Wellicht op een punt waar je ook later nog eens geld gaat terugverdienen. Kortom, de Partij van de Arbeid heeft kennis genomen van de discussie over bouwhoogte en volume. En met de omwonenden is daar niet helemaal uitgekomen. De PvdA is bereid om dat punt nu te nemen, te accepteren. Wat betreft het gasloos bouwen komen we tot een andere conclusie. Het is in onze ogen voor een organisatie als de Vechtorst niet uit te leggen dat er niet gasloos gebouwd wordt. Dan moet ik even goed kijken, klopt dat nou? Niet gasloos gebouwd, ja. Dit gelet op de door haar zelf geformuleerde doelstellingen, zoals net verwoord. De Vechtorst kan, naar onze mening, de eenmalige financiële last echt verantwoord dragen. En ook uitleggen naar haar toezichthouder. Dat is onze oprechte mening. Nou kennen we hier niet het fenomeen voorwaardelijk instemmen. Dat zou hier namelijk ook een oplossing kunnen zijn. We stemmen in mits. Maar dat kennen we niet. Dus dan kom ik niet anders dan tot de conclusie dat we tegen gaan stemmen. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, de communicatie met de bewoners heeft al veel voeten en aarde gehad bij dit onderwerp. Dat is net ook al gezegd door andere partijen. Dit had inderdaad anders gemoeten. Vechtorst heeft ons getracht afgelopen donderdag te overtuigen waarom gasloos bouwen voor nu geen optie is. Voor hun geldt dat ter tijde van het ontwerp gasloos bouwen nog niet aan de orde was. Daarin kunnen wij ons absoluut niet vinden. Het is immers al heel lang bekend dat wij dit als eis stellen in de gemeente Dalfsen. Ook is het zo dat de toenmalige wethouder dit ook wist. Sterker nog, hij heeft meerdere keren in deze raad vol trots gesproken over gasloze projecten. Hierdoor bekruipt ons het idee dat in deze casus de gemeente onvoldoende alert is geweest. Voor ons blijft de eis van gasloos bouwen dan ook gewoon overeind staan. Het is voor ons onverkoopbaar dat voor iedereen geldt dat gasloos bouwen verplicht is, maar in deze casus niet. Daarom geldt dat we ten aanzien van duurzaamheid en maatregelen op dit gebied het credo aanhouden, practice what you preach, dat ons al eerder aangegeven. We kunnen dus ook niet meegaan in voorliggend voorstel en zullen tegenstemmen. Wethouder, er zijn een aantal opmerkingen gemaakt, maar er zijn ook een paar vragen aan u gesteld. En een van die vragen kunt u niet beantwoorden. Dat is namelijk de vraag om het terug te nemen. U heeft die bevoegdheid niet. U gaat niet over de agenda van de raad. En u gaat al helemaal niet over de procedures. Daar gaat de raad zelf over, voor alle duidelijkheid. Dus mochten de heer Jutte en de heer Kouwe namens hun fracties van mening zijn dat het onderwerp, de verdere behandeling van het onderwerp uitgesteld zou moeten worden, want dat is in feite wat u dan zegt, dan moet u daar de raad van zien te overtuigen, niet wethouder. Wethouder, u kunt natuurlijk wel inhoudelijk reageren op dat voorstel en aangeven wat voor consequenties dat heeft of wat dan ook. Maar ik wijs even naar u beiden. Als u dat wilt, moet u dat voorstellen en dan moet de raad dat besluiten. Anders kan die niet. U gaat over de agenda, niemand anders. Vindt u misschien nu lastig, maar meestal vindt u dat fijn. Dus hou dat maar vast. Wethouder, aan u de vraag om te reageren. Volgt er niet eerst een reactie van de raad over... Nee, u gaat nu lekker reageren. Ik ga reageren. Ja. Ik hoor het geluid heel duidelijk wat er door alle fracties wordt aangegeven. Iedereen geeft aan dat het traject niet de schoonheidsprijs heeft verdiend. Maar dat het niet gasloos bouwen eigenlijk de doorslaggevende factor is. Dat betekent dat het plan niet doorgaat op dit ogenblik.
of dat er uitstel volgt. Maar daar ga ik niet over, daar gaat u over. Dat betekent dat ik terug zal moeten naar Vechthorst. Maar als ik terug ga naar Vechthorst met deze opmerking, dan zal Vechthorst aangeven dat men te maken heeft met een andere markt dan een aantal jaren geleden. En afgelopen donderdag heeft men aangegeven dat er kostenstijgingen te verwachten zijn. Dus ja, ik weet niet hoe dit kneedbaar te maken is, want wij vinden met z'n allen wel dat Vechthorst moet bewegen. En dat geluid zal ik ook duidelijk overbrengen. Maar hoe Vechthorst gaat bewegen, ja, dat weet ik niet. Dus misschien gaan zij voorstellen om kwaliteit in te boeten. Om het voor elkaar te krijgen, om het toch passend te krijgen binnen een systematiek. Of dat ze zeggen, ja, dat kan wel, maar we moeten helemaal terug naar het begin. Dus ik heb nog geen idee wat de reactie van Vechthorst zal zijn. En wat ik wel weet is dat hierdoor toch een kwetsbare groep een langere periode niet kan doorstromen. En ik ben ook erg benieuwd wat er gaat gebeuren met de locatie die daar op dit ogenblik braak ligt. Dus ik hoor dat ik met deze boodschap naar Vechthorst toe moet. En ik hoor graag wat de fracties daarmee willen. Het is goed dat u dat toch even tot slot nog een keer naar voren brengt. Want wij gaan natuurlijk niet over de invulling van die locatie. Daar gaat Vechthorst over, dat is gewoon van hun. En wij kunnen dingen niet goed vinden. Maar wat er wel moet gebeuren, die zijn bent u gewoon afhankelijk van de planvorming van Vechthorst. En dat kan nog eens een keer anders komen. Ik heb een beetje ook van de orde, hè? Misschien kunt u me daar ook mee helpen. Als ik het in stemming breng en het wordt afgestemd, dat maakt toch op zichzelf niks uit. Ik bedoel, hij zou toch gewoon een maand later weer, zou het voorstel hier toch weer kunnen liggen. Dat ik het even formeel begrijp. Het gaat hier toch nu, gewijzigd, want anders krijgen we een herhaling van zetten. Maar het is toch niet zo dat ik daarvoor, ik bedoel, een zienswijze, het is gewoon een bevoegdheid van de raad, of niet? Ik doe het maar even simpel hoor, want u mag het van mij ook gewoon vragen om het besluit op te schorten, dan doet u dat. En dan moet u met een ordevoorstel komen. Voorzitter, ik denk dat we gewoon moeten besluiten voor of tegen. En terugsturen naar Vechthorst en wat ze ermee doen, dan moeten ze zelf weten. Misschien komen ze met een nieuw plan, maar ik heb niet de illusie dat ze heel erg creatief zijn. Want dat zijn ze de afgelopen tijd ook niet geweest. Het voorstel was van meneer Jutte in eerste instantie. En misschien dat meneer Kouwe daar dan even op kan reageren. Meneer Jutte. Ja, nou, we staan er ook zo in van dit signaal is duidelijk naar Vechthorst toe. En als zij met een nieuw plan komen en een nieuw voorstel hier neerleggen, dan kunnen we het opnieuw oversluiten. En zoals het nu staat, dan steunen we het niet. Hey, maar meneer Kouwen? Ja, nee, inderdaad, voorzitter. Ik sluit me aan bij de suggestie van voorgaande sprekers en van u zelf. Wij begrijpen ook heel goed dat als we het afstemmen of mee teruggeven, dat maakt niet zo uit. Maar wij vonden het chiquer om het op te schorten. Om het signaal aan te geven dat we wel constructief erin staan. Want wij beseffen ook heel goed inderdaad dat de plannen die er straks uit kunnen komen. En wij voorstellen het liefst binnen een half jaar inderdaad. Om de onduidelijkheid zo kort mogelijk te houden. Maar dat die kaders anders kunnen zijn. En dat we inderdaad die onnauwkeurigheden en die onzekerheden over de plan en voor de buurt. Dat er gewoon in zit en dat het heel anders uit kan komen te zien. Dat beseffen wij ook. Dus dat gasloos, dat moet er sowieso in. Maar voor de rest moet het mee terug. Even voor alle duidelijkheid. Wat ik net zei. Het is gewoon niet uw grond. U gaat er ook niet over. U gaat ook niet over de plannen. Als Vechthorst beslist om daar gewoon 5 jaar lang een bouwput te laten liggen, dan blijft er gewoon 5 jaar lang een bouwput. U kunt een kaders meegeven wat u wilt, maar er is geen enkele partij die ook maar enige rekening met die kaders hoeft te houden. Het enige wat u doet, is aan het eind van de dag een plan goedkeuren of afkeuren. Het is wel even van belang, want anders gaat u met het idee naar huis dat u de wethouder met een opdracht zou kunnen wegsturen. Ja, de wethouder is altijd in voor een goed gesprek, maar hij gaat er niet over. Ik bedoel, dat we dat even scherp hebben. Dat is 1. 2, stem nou gewoon af. Als u gewoon, want u wilt allemaal niet gasloos. Nou, en dit is gasloos. Dan stemt u hem gewoon af, want dan wilt u dit plan gewoon niet. Wilt u een ander plan, dan is het gewoon duidelijk. En als u dat vervelend vindt om duidelijk te zijn, dat snap ik. Want het is een nare afweging. Maar dat is wel vaker in het leven zo, dat het vervelend is om duidelijk te zijn. En dat is toch waar u voor zit.
Dus ik stel voor, breng gewoon daar lekker een stemming. En nou ja, lekker is misschien een misplaatst woord, maar breng een stemming, schaf duidelijkheid. En dan zien we wel wat er gebeurt. Meneer Schuurman. Ja, ik wil nog heel even duidelijk maken, want dat kwam bij een aantal fracties nog naar voren, dat ik terugga met dit ontwerp en vervolgens daarmee weer terugkom. Vechthorst heeft duidelijk aangegeven dat dat niet gaat lukken op deze manier. Dus als we dat doen, dan zal er ongetwijfeld een ander voorstel gaan komen. En ja, dat zal allerlei consequenties hebben. Dus ik vraag mij ook af of dat een half jaar dan een mogelijkheid zal zijn. Dat zal gewoon goed onderzocht moeten worden. En het kan ja, flinke consequenties hebben. Zo is dat, maar dat wist u allemaal, toch? U leeft het toch niet in de veronderstelling dat u hem nu afstemt en dat u dan over 2 maanden een nieuw plan heeft en dat dat allemaal dan, dat wist u ook. Ja, meneer Wildvang. Mag ik even reageren op wat de wethouder zegt? Ik snap goed door wat hij zegt. Volgens mij zijn hier twee uitkomsten mogelijk. Of de Vechthorst gaat, ik maak me even plat, alsnog door de bocht. Dan kan het hier echt 19 maart opnieuw terugkomen. Dan kunnen we het alsnog beslissen. Of ze gaan niet door de bocht, ze gaan het helemaal weer opnieuw bekijken. Ja, dan wordt het volgend jaar zo simpel ligt het. Dus ik zou ervoor zijn om de duidelijkheid nu maar te geven te zeggen, stem het maar af. Gaan ze alsnog door de bocht, komen volgende maand weer op terug. Punt. U steunt mijn ordevoorstel, dat is altijd fijn. Zullen we het zo doen? Ja? En volgens mij heeft u in het debat voldoende duidelijk gemaakt hoe dat u de locatie goed vindt. U heeft allemaal gezegd dat u niet blij bent met de wijze waarop het proces is vormgegeven, maar dat u, en ik citeer de heer Wildvank hier volgens mij letterlijk, bereid bent om over de bezwaren van de bewoners heen te stappen, maar u bent niet bereid om op dit moment, en dan citeer ik u volgens mij ook allemaal, te accepteren dat daar in deze tijd nog met gas gebouwd gaat worden. Dat is de stelling. Mag ik daar toch even op reageren? U zegt nu, leg mij in de mond dat ik bereid ben om over de bezwaren van de bewoners heen te stappen. Nee, helemaal niet. Maar ik heb goed gehoord wat er is gewisseld. En ik ben bereid me neer te leggen bij het punt wat nu bereikt is. Neem niet kwalijk. Neer te leggen, dat is een ander woord dan overeenstappen. Nou, dat is volgens mij de samenvatting van de discussie. Die kan Vechthorst horen. Het is allemaal zo duidelijk als wat. Dus ik stel gewoon voor dat ik naar de besluitvorming toe ga. Ik heb met de heer Rooijakkers afgesproken. Die wilde weer op de tribune gaan zitten. Dan heb ik gezegd, dat hoeft helemaal niet. Maar ik heb wel met hem afgesproken dat na afronding van het debat, dus het debat is klaar, besluitvorming zeg maar, ik hoop dat u nu toch weet wat u gaat stemmen, heeft de heer Rooijakkers ruimte voor een stemverklaring. En die zou ik hem willen gunnen. Dan heeft u zich niet aan het debat deelgenomen, maar hij kan wel zijn stemverklaring helder maken. En overigens heeft de heer Schrijver volgens mij aan de discussie deelgenomen tijdens de commissievergadering. Mag ik die laatste fase ingaan en de heer Rooijakkers het woord geven voor een stemverklaring? Meneer Rooijakkers. Dankjewel voorzitter. Ik zal het kort doen, want ik verwijs naar de schriftelijke inbreng van mijn steunfractie. Die ook zonder mij heeft overlegd hierover en tot andere conclusie komt. En er is één argument wat nog niet gewisseld is, afgezien van de wachtlijst en het feit dat er toch een aantal ouderen zijn die graag een dergelijke accommodatie willen hebben. En dat is de betrouwbaarheid van de overheid. Want u heeft laten meewegen, betrouwbaarheid, overheid, willen gasloos bouwen. Maar aan de andere kant zijn er in het proces ook fouten gemaakt van de kant van de gemeente, niet alleen van de kant van Vechthorst. En de vraag is wie er dan van de dupe moet zijn. Vechthorst, het project, het college of de wethouder of de mensen op de wachtlijst. En om die reden heeft de steunfractie mij geadviseerd om voor het voorstel te stemmen. Anderen nog behoefte aan een stemverklaring? Volgens mij heeft u uw opvatting helder gemaakt. Hè? Mag ik met stemming brengen? Stedenbouwkundige invulling, appartementengebouw, Pignan-locatie. Een voorstel is vast te stellen de stedenbouwkundige invulling bestaande uit het bijgevoerde schetsontwerp van 24 januari 2018 en het bijbehorende visiedocument van februari 2018. Wie van u stemt daarvoor? Dat is de heer Rooijakkers. Wie van u stemt daartegen? Dat zijn alle overigen en daarmee is het voorstel verworpen. Dat is toch wel heel... Ik kan... Meneer Wildvank, als u mij niet had. En dan ga ik nu over naar agendapunt
9, 10, voor 1, 10. Afronding, voorbereiding, ontwerp, buitenruimte, middengebied, Nieuw-Leuzen. En de heer Meijerink onthoudt zich bij dit voorstel van de beraadslaging en de stemming vanwege de betrokkenheid van zijn partner bij dit project. En hij verlaat de vergadering. Nee, u blijft zitten dit keer. Top. Eindelijk doet u eens een keer dat waarvan ik vond dat u het van begin af aan had moeten doen. Dat ik dat bij de laatste vergadering nog mag meemaken. Ook bij dit onderwerp hebben de meeste fracties de kaarten tegen de borst gehouden. Zo kennen we u. Alleen de PvdA kon instemmen en D66 doet het onder voorbehoud van de financieringswijzing. Ik doe een behandeling in twee ronden. Ik begin met een informerende ronde. Wie van u mag ik het woord geven? Ik kijk even rond. Ik wil graag een amendement indienen, voorzitter. Vindt u het goed dat ik eerst even de informerende ronde doe? En dan komt het amendement vanzelf. Ik kijk, mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog twee vragen. En de eerste vraag is, heb ik de wethouder de vorige keer goed begrepen dat er van tevoren geen budget was vastgesteld voor dit project? De tweede vraag, zijn de beheerskosten voor dit gebied al bekend? En als dat zo is, kan de Raad dan daarover geïnformeerd worden? En die vraag, de achtergrond van die vraag is dat we zonder die informatie nog steeds geen totaalplaatje hebben over de kosten voor dit gebied. Dank u wel. Andere nog informerende vragen? Niet? Wethouder. De wethouder informeert even bij de ambtelijke ondersteuning. En dat zal niet al te lang duren, mag ik hopen. Maar dat betekent dat ook wethouder van Leeuwen niet alles weet. Wethouder. Mevrouw Lasje, dat klopt, uw eerste opmerking. We hebben altijd gezegd, wij komen op het moment dat we dat plan klaar hebben voor een aanvullend krediet naar de Raad toe. En zijn de beheerskosten al bekend? Nou, ik kan ze niet nu uit mijn mouw schudden. Het gebied werd altijd al beheerd door de gemeente. Mevrouw Annette Scholten heeft een plan gemaakt waarbij ze zowel de bestrating als de planten die erin komen zodanig heeft gekozen dat er zeer lage kosten zijn voor beheer en onderhoud. De exacte durf ik u niet te zeggen, maar die kan ik u wel doen toekomen. Het is dus een toezegging en ik neem aan dat het daarbij gaat om het verschil in beheerskosten tussen de oude situatie en de nieuwe situatie. Ja, meneer La Roy en ik gaan er even vanuit dat daar heel weinig verschil tussen zal zitten. Dat is de conclusie, maar de informatie volgt. Heb ik dan de laatste informerende vragen gehad? Ja? Mag ik dan nu naar de beeldvormende fase? Meneer Royakkers? Ik weet niet of het indienen van amendement daarbij hoort. Dit dient daar wel bij, ja. Ja, dat wil ik graag doen samen met het CDA. Ik nodig u uit. Ja, u denkt altijd dat ik alles al precies in detail weet, maar dat is natuurlijk niet zo. Helaas. Ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dienen het volgende amendement. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer 732, waarin een vijftal beslispunten is opgenomen. En gehoord de beraadslaging over het agendapunt afronding, voorbereiding, ontwerp, buitenruimte, middengebied Nieuw-Leuzen. Overwegende dat deze beslispunten niet alleen betrekking hebben op het met instemming kennis nemen van de rapportage, voorbereiding, ontwerp van de buitenruimte van het middengebied, maar ook op het gelijktijdig nemen van een besluit over het beschikbaar stellen van krediet hiervoor. En gelet op het gegeven dat naar aanleiding van vragen van het CDA en de discussies in de commissie op 5 februari jongstleden duidelijk werd dat een bedrag van circa 800.000 gekarakteriseerd kan worden als achterstallig onderhoud, dat naar ons oordeel dit bedrag van 800.000 niet geactiveerd dient te worden en in 25 jaar afgeschreven, maar direct ten laste gebracht moet worden van de algemene middelen vrij besteedbaar. Dit is zowel om principiële redenen als om doorschrijven van kosten naar de toekomstige begroting in dit geval te vermijden. Stelt de Raad voor te besluiten om sluitregels 3 en 4 te schrappen en te vervangen door 3 dit krediet voor 1.240.000 euro te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar en voor 175.000 ten laste te brengen van de voorziening en riolering. En 4, het resterende krediet van 1.185.000 te activeren en er 25 jaar af te schrijven, waarbij de structurele lasten jaarlijks ten laste van het begrotingssaldo worden gebracht. En de indieners zijn de heer Royakkers en de heer, van D66 en de heer Massier van het CDA. Nou, spreekt voor zichzelf, denk ik. Ik
geen behoefte verder om toe te lichten. Zal ik onmiddellijk de reactie van de wethouder vragen op dit amendement, wethouder Van Leeuwen? De raad gaat zelf over het geld. Ons voorstel van het college kwam voort uit de gedachte om de nieuwe raad ruimte te geven bij de algemene reserve vrij besteedbaar. En daar niet meteen alweer beslag op te leggen, want die daalt natuurlijk nu ook navenant. Dat is iets wat ik u mee wil geven voordat u gaat stemmen. Oké. Het is een gedachte die de wethouder meegeeft. Maar hij laat het aan u verder over om tot een conclusie te komen. Ik kijk even verder. Anderen nog naar aanleiding van dit amendement? Nee? Ja. Dan heb ik het amendement gehad. Mag ik ja, dan, meneer Pijnkoorkamp? Mogen we een reactie geven op het amendement? Of? Ja, zeker. Eigenlijk is het een technische afweging van twee kanten op. En daarom hebben wij eigenlijk gekozen voor een keuze op gevoel. We zijn met deze raad in 2014 begonnen met een algemene reserve vrij besteedbaar van 10,8 miljoen. Daar hebben we als raad aardig aan gespendeerd. We hebben nu nog 3 miljoen over. Als we deze 8 ton er ook uithalen, geven we de nieuwe raad 2,2 miljoen mee. Nou, wij willen, en dan maak ik even een zinspeling, niet alleen de gemeente doorgeven voor de goede toekomst. Wij willen ook de nieuwe raad iets meegeven voor de volgende 4 jaar. Dus wij zijn niet voor het amendement. Helder. Mevrouw Lassen. Het is gewoon de opinierende ronde, ga ik vanuit? Ja. Dank u wel, voorzitter. Zoals aangegeven in de commissievergadering vindt onze fractie het een mooi plan, maar voor veel te veel geld. Mooi vanwege het betrekken van de deelnemers en de buren bij de plannen, de ambities op het gebied van duurzaamheid en veiligheid, zoals het scheiden van de verkeersstromen, en het mooie ontwerp dat de verbindende functie van dit gebied onderstreept. We zijn ook blij met de inzet om de buitenruimte rookvrij te maken en de aandacht voor veiligheid. Maar zoals gezegd, voor veel geld, en daar hebben wij ook veel moeite mee. En dan vooral omdat geld geen rol lijkt te spelen. Normaal is het volgens ons eerst een budget en dan een ontwerp. En hier is het omgekeerd gegaan. En dan ben je altijd duurder uit, want aan mooi en nog mooier zit geen grens. Die grens moet je als opdrachtgever stellen. Voor de volgende deelprojecten, want we zijn er nog lang niet, willen we dan ook graag dat de werkwijze wordt eerst een budget en dan een plan. Jammer genoeg was er voor onze inzet voor versobering geen draagvlak bij de andere fracties in deze raad. En dat vinden we echt heel jammer. Het was dan voor onze fractie ook een hele moeilijke afweging. En dat is het ook. Al het goede van dit plan tegen de zeer hoge kosten. En we hebben in de tijd gezegd dat we voor Nieuw-Leusden graag een mooi middengebied willen. Een middengebied dat een echte verbetering betekent voor het dorp. En met dit plan wordt het ook. En dat is dan ook de reden om ondanks onze grote bezwaren vanwege de financiën toch in te stemmen. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lassen. Meneer Kleinkoorkamp. Voor ons ligt het bijzonder mooie plan van het buitengebied De Spil. In de commissie hebben we al gezegd dat het ons erg aanspreekt dat er veel rekening is gehouden met duurzaamheid en klimaat. Dat de natuur en biodiversiteit onder andere tot uitdrukking komt in beplanting, ledverlichting, laadpalen, afgekoppeld hemelwater, ik heb dat ook in de commissie al gezegd, maakt dat dit gebied nagereed komen zoals het nu voor ligt echt toekomstbestendig is. Wat betreft de verzobering heeft u de vorige keer al aangegeven dat dit een negatieve invloed zou hebben op de kwaliteit van deze dynamische omgeving. Dat is ook het laatste wat we willen. Uw memo over onder andere achterstallig onderhoud gaf inderdaad wel de nodige pijnverlichting. Wethouder, we hebben er in onze fractie uitvoerig over gediscussieerd en zijn tot de conclusie gekomen dat de inrichting van de buitenruimte in het middengebied een belangrijke rol vervult om het dorp duurzaam te verbinden, waardoor Nieuw-Leusden een nog aantrekkelijker dorp blijft om te wonen. Daarom zullen wij ook instemmen met uw voorstel. Dank u wel. Meneer Massier, CDA. Nou, daar worden verschillende zaken naar voren gebracht die zeer belangrijk zijn. Maar wij stemmen in met het voorstel, wel rekening houdende met het amendement. U gaat voor het amendement stemmen, dat is helder. Meneer Wildvank.
Ja, dank u wel. We hebben de vorige keer inderdaad al aangegeven dat we kunnen instemmen. Ook wij vinden het veel geld. Een beetje in aansluiting wat mevrouw Lasje daarnet over zei. Maar veel geld is nog niet hetzelfde als duur. Bij het kroonplan hebben we toch een beetje het voorbeeld gezien hoe versobering ook kan uitpakken. En daar zit wat ons betreft een eindresultaat aan vast waar we niet direct warm van worden. Versobering van dit ontwerp zouden wij dus ook niet willen voorstaan, ondanks het feit dat het haar voorliggende ontwerp dan wel veel geld kost. En nogmaals, wij vinden dat nog niet gelijk hetzelfde als duur. Dus wij blijven bij de instemming. Wat betreft het amendement, dan zie ik toch een beetje een technische aanpassing. Welke systematiek hanteer je hier nou? Uiteindelijk gaat het ofwel in één keer uit je portemonnee, ofwel je raakt in je exploitatie iets, kom je iets anders uit. Ik zie de charme er wel van in, dus wij zullen voor het amendement stemmen. Dank u wel. Meneer Royakkers. Dank u wel, voorzitter. Er is al veel gezegd over het ontwerp. Wij vinden het ook aantrekkelijk en wij denken soms dat goedkoop duurkoop is. En om misschien een proberen andere partijen nog over te halen om voor het amendement te stemmen. Als je nou voor het amendement stemt, dan heb je maar nog maar 1,185 miljoen over om af te schrijven wat die investering is. Want uiteindelijk, als je het hebt over achterstallig onderhoud, dat zijn gewoon kosten die al gemaakt had moeten hebben. Dus dat was al normaal gesproken te lastiger geweest van de exploitatie. En het voordeel is, zegt wel, je wil nog wat extra reserve overhouden voor de toekomstige raad. Maar dat is ook een lege doos, of een sigaar uit eigen doos. Want die exploitatiekosten die gaan nu ook omlaag als je dit in één keer in de kosten pakt. Ik denk dat het voor een raad altijd goed is om als een goed huisvader op hun financiën te letten. Zoals ik ook altijd in mijn bedrijf heb geprobeerd. Zeg van, je moet de kosten nemen als je zeker weet. En de opbrengst, nee, de kosten als je ze verwacht en de opbrengst als je het zeker weet. Dus nou, ik vind dit gewoon achterstallige kosten. Dus ik zeg van nou, laten we dat doen. En dan hebben we meteen, het volgende raad heeft het voordeel van minder exploitatielasten. Dank u wel. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u voorzitter. Ja, tegen deze wijze woorden van de heer Royakkers kan ik natuurlijk niet op. Wij zullen het voorstel ook zeker steunen, dat amendement wat voor ligt. Nog even over het voorstel wat er ligt voor de uitbreiding van het middengebied. Ja, we beginnen het overzicht toch wat kwijt te raken waar we nu staan. De vorige keer heeft u aangegeven dat we de buitenruimte als een apart project moeten zien, los van de speel. En net als wat we toen destijds gedaan hebben met de trefkoelen. In de beantwoording van de technische vragen van deze ochtend zien we dat de opbrengsten van de Agnietencollege en de bibliotheek in mindering worden gebracht op het ontwerp van het middengebied. En daar gaan toch weer zaken voor ons wat door elkaar heen lopen. En dat maakt de strikte scheiding op z'n zacht gezegd wat minder strikt. Of we zien steeds minder bos, ondanks alle bomen. Daarnaast is het natuurlijk wel zo dat we het heel veel geld vinden. Dat is ook al vaker gezegd hier in de Raad. We blijven de vraag houden of het niet wat soberder kan. Maar goed, tegenstemmen is ook voor ons een middel wat wel heel ver gaat. Dus we gaan zeker mee met het voorstel. Maar we hebben ook wel ernstige bedenkingen bij de financiële onderbouwing ervan. Dus, voor. Meneer Massier, CDA. Graag neem ik nog even het woord terug. Het was een snel rondje en dat overviel mij. Dus in het opinierende deel had ik graag nog iets willen zeggen. Laat ik bij u met de deur in huis vallen. Graag wil ik u nog het een en ander vanuit de fractie qua volgende punten onder de aandacht brengen. Ten eerste vinden wij de kostenpost voor de buitenruimte de spil nog steeds ontzettend hoog. Ook onze fractie. Wij zien als fractie zeker de noodzaak in van een grondige herstructurering van de buitenruimte, CQ-omgeving. Daarnaast is de veiligheid van veel mensen in het geding. Daar moet in de toekomst zeker op ingespeeld worden. Ten tweede, het plan ziet er zonder meer goed uit. Nieuw-Leuzen mag blij zijn als dit straks gerealiseerd is. De CDA-fractie wil het college nadrukkelijk meegeven om daar waar het kan de kosten te drukken. Is of zijn er in de toekomst keuzemogelijkheden, keuzemomenten, kijk dan naar goedkopere alternatieven. Ten derde vindt de CDA-fractie dat nog steeds de burgerparticipatie in de tweede fase gestimuleerd moet worden. Dit woog en weegt nog steeds zwaar binnen de fractie.
Immers de opmerking, wat je zelf maakt, voelt als van jezelf, draagt hierin sterk bij. Juist het betrekken van de inwoners bij deze verdere uitvoering doet een beroep op hun medeverantwoordelijkheid. Hier moet blijvend aandacht voor worden gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van de beplanting. Dat zit niet op het kritieke tijdpad en is goed om met vrijwilligers te doen. Dus college, pakt u deze handschoen op? Kortom, samenvattend, een hoog kostenniveau, een mooi plan, bezwaar maar mogelijk is en burgerparticipatie bij de realisatie is wat de CDA-fractie betreft een must. We gunnen Nieuw-Leusden zo een mooi bruisend middengebied. Hier kan in optima forma aandacht zijn en blijven voor sport en spel, cultuur en ontspanning voor jong en oud. Op termijn zullen ook onderwijsgeledingen hun weg hierna toevinden. Het hele middengebied wordt een enorme aanwinst voor Nieuw-Leusden en gaat zeker steeds meer bruisen. Dit juichen wij van harte toe. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Massier. Het is wel mooi dat u als laatste komt, want dan geeft u ons nog dat bruisende beeld mee. En dat is uiteindelijk natuurlijk waar het wel allemaal om te doen was. Wethouder, wilt u nog aanleiding van de inbreng allemaal nog iets zeggen of zegt u we mogen naar de stemming overgaan? Nee, ik wil alleen de heer Massier aangeven dat er op dit moment ook al onderwijs in het project zit. Hè. Het is niet zo dat dat er nog niet in zou zitten. En de heer Veldhuis die ziet geen bos meer, maar wel ondanks allerlei bomen, geloof ik. Maar ik heb de beantwoording van de technische vraag gelezen en volgens mij is die toch echt heel duidelijk hoor. U zegt dat wij het in mindering brengen, de opbrengsten. Nee, wat ik aan heb willen geven is dat er niet alleen maar uitgaven zijn, maar dat er op termijn ook nog opbrengsten zullen zijn. Het is zeker niet zo dat we dat in mindering brengen op de huidige uitgaven. Oké, dat nog ter verduidelijking. Dames en heren, mag ik het in stemming brengen? Ik kijk even rond. Mag dat? Ja? Oké, dan wil ik hem graag in beeld, wethouder. Of wethouder, gevier. Tjongejongejonge. Stelt de raad voor te besluiten, dit is het amendement, om besluitregels 3 en 4 te schrappen en te vervangen door 3, dit krediet voor 1.240.000 te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar en voor 175.000 last te brengen voor de voorziening regulering. En 4, het resterend krediet van 1.185.000 te activeren en in 25 jaar af te schrijven waarbij de structurele lasten jaarlijks ten laste van de begrotingssaldo worden gebracht. Dat is het amendement. U stemt daarvoor. Ik kijk even rond. Dat is de rechterzijde CDA, Partij van de Arbeid, de heer Royaks van D66 en de heer Veldhuis van de VVD. En daartegen de fracties van ChristenUnie en Gemeentebelangen. Daarmee is het amendement verworpen. En dan ga ik naar het voorstel zelf. Afronding, voorbereiding, ontwerp, buitenruimte, middengebied, Nieuw-Leusden. Het voorstel is kennis te nemen van de rapportage, voorbereiding, ontwerp van de buitenruimte, middengebied, Nieuw-Leusden. 2. Een krediet van 2,6 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van de buitenruimte in het middengebied in Nieuw-Leusden. 3. Dit krediet voor 440.000 te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar en voor 175.000 ten laste te brengen van de voorziening en regulering. 4. Het resterend krediet van 1.985.000 te activeren en in 25 jaar af te schrijven waarbij de structurele lasten van 80.000 ten laste van de begrotingssaldo worden gebracht. En 5. De begroting te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging. Is het daarmee eens? Mag ik een stemverklaring afleggen, voorzitter? Jazeker. Want ik ben het dus wel eens met het ontwerp, maar niet met de financiering. Maar dat heeft u al door de stemming. Jawel, maar ik wil uitleggen waarom ik hier toch voor ga stemmen. Ondanks het feit dat regel 2 en 3 mij niet bevallen. D'accord. En dat geldt ook voor de andere fracties die juist net voor het amendement gestemd hebben, neem ik aan. Mag ik een stemming brengen? Ik kijk naar links. Ja? Mag ik? Nou, dan vraag ik wie van u stemt hiermee in? Dat is een hele feestelijke wijze waarop we kunnen concluderen dat het met algemene stem is aangenomen. Pauze. En wethouder Van Leeuwen moet van mij naar huis. Schors een kwartier, Max. Aanpassen drempelbedragen inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het komt rechtstreeks in de raad. En hier is die.
drempelbedragen voor Europese aanbestedingen en noten inkoop en aanbestedingsbeleid 2017 te wijzigen, conform de bepaling van de Europese Commissie, en te bepalen dat deze met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 in werking treden, en een drempelbedrag van 200.000 euro voor social return, SROI, in de noten inkoop en aanbestedingsbeleid 2017 op te nemen. En dat is agendapunt van Leeuwen, maar we zullen als nog steeds aanwezige wethouders en burgemeester, mocht u veel ingewikkelde vragen stellen, proberen die te beantwoorden. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Nijkamp, Christian. Twee kleine vragen. Eén, wat is nou precies die afspraak die tussen die partijen is gemaakt? En wat voor invloed heeft dat hierop? En twee, is het denkbaar, want er wordt nu gesproken over een drempelbedrag van 2 ton voor social return on investment, met als argument dat er heel vaak maar een kleine component arbeid in zit. Is het denkbaar om bijvoorbeeld af te spreken dat je vanaf 80.000 euro arbeid wel degelijk ook dit onderwerp blijft meenemen? De eerste vraag betreft die twee ton. Er is met partijen afgesproken om op die 2 ton te gaan zitten en daarmee het inkoopbeleid ook te harmoniseren. En dat is met name van belang omdat we met een aantal verbonden partijen, denk aan bijvoorbeeld de WSB, het zijn niet formeel verbonden partijen, maar dat we ook via die partijen inkopen. En we willen dat graag ook gewoon doen, dezelfde normen hanterend dan zij. Dus dat is het eerste. Dus dat wordt de eerste vraag. En de tweede vraag, u voegt weer zoveel complexiteit toe dat de kans dat we wederom een rood vlaggetje krijgen bij het inkoopbeleid wel vrij groot is van de accountant. Want dat betekent dus dat je weer een subcategorie gaat maken, namelijk de subcategorie arbeid. Dat betekent dus dat je weer exact moet kunnen bepalen wat de arbeidskosten zijn bij een aanbestedingsbedrag van 2 ton. Dan is het weer de vraag, gaat het om directe arbeid, gaat het om indirecte arbeid? U voegt wel echt een probleem toe waarvan ik denk, ik vraag me af of we dat kunnen hanteren. Wat wel van belang is, dat is dat we, als we dat willen bij elke inkoop, altijd die SOI kunnen toevoegen. Het gaat hier om de verplichting om die SOI toe te voegen op een bedrag boven de 2 ton. Dat sluit hem niet uit dat je in specifieke gevallen ook onder de 2 ton daar toch naar kijkt. Dus daarboven moet het, maar dat wil niet zeggen dat het daar beneden niet mag. Dat is niet het voorstel. En volgens mij moet u die wijsheid gewoon aan de inkopers overlaten om te kijken in de specifieke situatie. Want u heeft volkomen gelijk. Soms koop je een ton in en dat is 100% arbeid. En dat zou best wel eens een keer ook mensen met weinig kans op werk kunnen zijn. En dan scoor je ook 100% SOI. Dus dat is het antwoord op de tweede vraag. Ik ben blij dat ik dat nog weet, want ik heb namelijk exact dezelfde vraag aan de portefeuillehouder gesteld in het college bij de behandeling van dit voorstel. Andere nog. Ik vind misschien nog even de aanleiding van. Zou het college dan willen toezeggen om daar waar sprake is van substantiële hoeveelheid arbeid onder de twee, zeg maar, voor situaties onder de 2 ton, om dit dan zo mogelijk mee te nemen? Vindt u het goed dat ik hem niet precies in die getallen pak, maar dat ik u toezeg, en daar mag u op mijn woord geloven, dat geldt voor het hele college, dat daar waar we SRI kunnen realiseren, we dat altijd doen. Dat is onze grondhouding. Dat zeg ik u toe. En dat gaat niet om 80 of 100 of 150.000 euro. Daar waar we de kans zien, doen we dat. Dat zit in onze genen. Meneer Kleine-Koerkamp. Dan vind ik SROI wel een breed begrip. Ik zou er dan duurzame SROI van willen maken. Dat er ook de intentie is van dat iemand begint met een baan, dat hij de mogelijkheid heeft om een vaste baan te krijgen of langer aan het werk te gaan. Want als wij werken van een ton SROI op toe leggen en een aannemer is bijvoorbeeld 3 maanden hier in Dalsen bezig en we zetten iemand uit onze katerbak bij die aannemer neer, de aannemer is na 3 maanden weer weg, gemeente, alstublieft, hier hebt u die kandidaat weer terug. En dan schoppen we hem nog verder de grond in. Nee, we moeten er duurzaam mee bezig zijn, wij moeten ze opleiden en dan moeten ze een lange traject bij de aannemers rondlopen. Vandaar duurzame SROI. Ik weet niet of de bedoeling is om erop te reageren, maar ik was niet van plan om hier überhaupt van te zeggen. Maar ik vind het wel een gemiste kans in onder omstandigheden, want
als je iemand niet een baan kunt geven voor langere termijn, dan wil je hem toch laten kennismaken met werk, werkervaring laten opdoen. Helpt allemaal, ook als het voor 3 maanden is. En ik denk niet dat je hem in de grond trapt. Ik denk dat het bijdraagt aan ontwikkeling en al dergelijke dingen meer. Ik denk dat je dat met beide handen moet aangrijpen. Anderen nog? Meneer Welsvank. Ja, ik had op zich dezelfde vraag als meneer Nijkamp. Ik had weliswaar een drempelbedrag van 1 ton willen voorstellen, maar ik dacht dat is ook prima. Het gaat inderdaad natuurlijk om die arbeidscomponent. En ik snap wat u zegt over het meer complex maken van de technische achterliggende registratie van dat soort componenten. Dus ik ben blij met uw toezegging om het in alle gevallen onder ogen te zien en daar waar mogelijk toe te staan. Wat betreft de opmerking van gemeentebelang over duurzaam, ja, dat is natuurlijk wel, denk ik, waar we allemaal op uit zijn. Maar ik sluit toch graag aan bij meneer Royakkers, want ik zou alles wat hier kan helpen willen ondersteunen. Want uiteindelijk zal dat duurzaam blijken te zijn. Dank u wel. Mevrouw Ramerman. Dank u wel, voorzitter. Ik wil nog even toevoegen, over het CDA staat natuurlijk voor iedereen doet mee. Dus wij vinden het ook belangrijk, maar met name maatwerk. Want je kunt heel veel in cijfers doen, maar het gaat wel om de persoon. En de persoon moet ermee geholpen worden. En dat vinden wij belangrijk. Anderen nog? Misschien naar aanleiding van de opmerking van de heer Klein-Koerkamp. Uiteraard is het heel mooi, maar daar streven we ook altijd naar dat er sprake is van duurzame inzetbaarheid van mensen. Men kunt het niet afdoen als een flauwigheid, maar wat ter discussie staat is het drempelbedrag, niet het SROI-beleid als zodanig. En want dat zou echt een hele andere discussie vergen met elkaar. Want dan voeg ik wel een enorme complexiteit toe. En die is volgens mij niet in de nota aan de orde. Volgens mij is eigenlijk in de nota aan de orde de wijziging van de drempelbedragen. Om die te harmoniseren. Dus daarmee doe ik uw punt niet weg, maar zet ik hem even op een andere plek. Hebben we het daarmee voldoende aan de orde gehad? Mag ik hem stemming brengen? Meneer Beeld. Aanpassen inkoop- en aanbestedingsbeleid. Voorstel is om de drempelbedragen voor Europese aanbestedingen in de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 te wijzigen. Komt van de bepaling van de Europese Commissie. En te bepalen dat deze met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 in werking treden. En ten tweede een drempelbedrag van 200.000 euro voor social return SROI in de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 op te nemen. Wie van u stemt daarmee in? Dat bent u allemaal. Hebben we die met algemene stemmen gehad? Dan komen we bij de motie vreemd aan de orde van de dag. Hebt u goed? Meneer Nijkamp, ik geef u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben de afgelopen tijd al een paar keer gesproken over het project Slingerdal. Over een aantal bevindingen die we daarop hebben. En naar aanleiding daarvan willen we deze motie indienen. Zal ik hem voorlezen? Of wilt u dat doen? Dat mag ook, maar Ik vind het wel heel fijn als u een keer voorleest. Luister goed. Ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dienen de volgende motie in over het niet op de agenda opgenomen onderwerp Slingerdal. Gelezen de betreffende stukken en gehoorde beraadslagingen in zaken het project Slingerdal interpreteert de Raad de besluitvorming over Slingerdal als volgt. Overwegende dat op 26 oktober 2015 de Raad heeft besloten om in te stemmen met het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid voor het realiseren van een woongebouw voor 56 woonzorgappartementen, huur, in het plangebied Oosterdalfsen. Gezien het zorgconcept SOAW 2015, zie haar brochure. En op 27 maart 2017 de Raad heeft besloten een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een woongebouw van 56 woonzorgappartementen huur in het plangebied Oosterdalfsen. Er vervolgens informatie bij de Raad is gekomen waaruit blijkt dat er ten opzichte van de oorspronkelijke plan substantiële wijzigingen zijn doorgevoerd. Dat hierover mondelinge vragen zijn gesteld in de Raad van 30 oktober 2017. En dat beraadslagingen in de Raadscommissie van 5 februari 2018 hierover zijn gevoerd. Spreekt uit dat realisatie van het oorspronkelijke plan op breed gedragen instemming kon rekenen. Dit plan is mede gespecificeerd in de SOAW-brochure van 2015. Door de Raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is afgegeven met die genoemde specificatie als dragend kader voor de besluitvorming. Het nu voorliggende plan, gelet op de
overwegingen omtrent woonzorgconcept brochure 2017 en de verhouding huurkoop flinke afwijkingen vertoont ten opzichte van het oorspronkelijke plan en niet vanzelfsprekend op instemming van de Raad kan rekenen en ook niet zomaar als passend kan worden aangemerkt binnen de kaders van de afgegeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen. En verzoekt het college nog niet tot uitvoering over te gaan van het voorgenomen gewijzigde plan. En binnen afzienbare termijn een nieuw voorstel aan de Raad te doen over een passende invulling van deze locatie in het plangebied Oosterdalse, die recht doet aan de oorspronkelijke ontwerpverklaring van geen bedenkingen. De indieners zijn de heer Wild van PvdA, de heer Veldhuis VVD en ondergetekende. En we zijn in dat kader benieuwd naar het advies van het college en de reactie van de overige raadsfracties. Dank u wel. Vindt u het goed als ik even aan de wethouder vraag wat de stand van zaken is ook? Ja? Oké. Okay. Wethouder? Ja, dank u wel. De vergadering van 5 februari was wat dat betreft na een duidelijke oproep aan het aan mij en aan het college om daar verder onderzoek naar te doen. We zijn ook direct in contact getreden met de initiatiefnemers en hebben om opheldering gevraagd. En als college hebben we ook besloten om dit stuk terug te brengen naar de Raad. Dus er kan op basis van de vragen zoals die gesteld zijn dan een nieuwe besluit worden genomen door de Raad. En dat kan wat ons betreft, ik heb de stukken net binnengekregen, morgen gaan we de bespreken in college, dus dat zou bij wijze van spreken ook al in maart, april kunnen. En dat gaat dus over de zienswijze die voor ligt en het gedeelte met het zorg zoals dat betwijfeld werd en waar dus de initiatiefnemer uitleg over heeft gegeven. U zegt heel bescheiden maart, april, omdat u niet gaat over de agenda. Daar gaat de agendacommissie over. Dus dat is ook heel goed. Want ik zag wederom de heer Royakkers non-verbaal reageren. Ik heb geen idee wat het betekende, maar ik dacht, laat ik dit maar even zeggen. En wat u zegt is dat zienswijze plus de aanvullende informatie zo snel mogelijk naar de Raad toe gaan. Dat het wat dat betreft in het college niet ligt en dat dus dan ook de Raad opnieuw over het onderwerp komt te spreken. Helder, meneer Nijkamp. Anderen nog? Meneer Royakkers. Ik vrees dat ik daar niet de gelegenheid meer heb om er wat van te zeggen, dus ik wil bij deze even de kans maken. Mijn belangrijkste bezwaarteken wat er nu ligt is de onzekerheid die er is of dat de infrastructuur en de bouw van die appartementen wel toekomstbestendig zijn in de zin van domotica en de toekomst van de zorg. In dat zorgconcept SOAW 2015 was dat gegarandeerd, want dan zou het namelijk inclusief zijn. En nu is het de cafetaria model geworden en is het niet meer inclusief. Maar wat je niet wil is straks breken en cable ducts en aansluitingen en al dat soort dingen nog moeten aanleggen voor die toekomstige domotica. Dus ik zou, dat is eigenlijk het enige argument, het enige punt wat D66 daarvoor wil brengen. Wij zijn verder, maakt het ons niet uit of dat de helft koop is en de helft huur of alles huur. Dat vinden we prima. En ook een aantal andere zaken hebben we geen bezwaar tegen. Maar als het zo zou zijn dat het zo uitgekleed is dat die voorzieningen er niet zijn, dan zou ik dat zou ik wel mee willen geven aan de wethouder. Ja, laten we zeggen dat u het meegeeft aan de nieuwe raad dan. Want voordat we weten gaan we de discussie inhoudelijk doen. En u heeft gevraagd om een inhoudelijke discussie opnieuw te kunnen voeren. Maar niet nu toch? Nee, gelet op dit uur niet. Nee, dat lijkt me niet in stand. Nee, de vraag is van of het college met een nieuw voorstel wil komen, wat wel past, rekening houdt met de bezwaren die in deze commissie en raad zijn uitgesproken. Wat ik begrijp... De vraag is om met een voorstel te komen. En ja. U moet beoordelen of het past. Sorry? U moet dan vervolgens beoordelen of het passend vindt. Jazeker. Ja. Nee, dus waar het om gaat, tot nu toe had de Raad zeg maar, het mandaat bij het college, of hoe zeg je dat, in ieder geval de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid bij het college neergelegd. En eigenlijk met de reactie die de wethouder nu geeft,
Mag ik dat zo interpreteren? Zegt de wethouder ook van nee, het komt terug in de raad en het is in handen van de raad. Dus alle voorgaande besluiten zijn wat dat betreft ter discussie. Nee, wat de wethouder zegt, ik wil dat echt precies doen, dames en heren. En niet proberen, wat de wethouder zegt is, het wordt geagendeerd. Er gaat een stuk naar de raad. Daar zitten de zienswijzen, die zijn ingediend, uiteraard. Daarin zit de opvatting van het college. En daarin zitten antwoorden van de vragen van de SAOW. En naar aanleiding van de raadsvergadering die we vorige keer hebben gehad. Dat zit erin. En dan kunt u doen wat u wilt. Maar u kunt niet vragen nu om met iets passends te komen. Want ja, weten wij veel wat u passend vindt. Dus dat moet u dan gewoon echt tijdens die vergadering beoordelen. Dus u bent gewoon aan zet. Dat is, ja, en dan moet u niet al een inhoudelijke kwalificatie toevoegen, want daarvoor vergadert u straks. Voorzitter, dat klopt, u hebt gelijk. Maar het leek mij gewoon heel handig om wat een paar randvoorwaarden alvast te noemen. Dan hoeven we daar niet zo heel lang over stil te staan volgende keer. Ja, prima. Maar mag alsjeblieft het college ook nog wat vinden? Oké, en als u dan iets anders vindt dan het college, is toch prima? Dat is toch gewoon, nou, zo is het toch bedoeld? He? En dan gaat u gewoon het college tot de orde roepen. Dat kunt u uitstekend, dat weet ik gewoon. Dus volgens mij moeten we het spel netjes spelen zoals het hoort. Heeft u problemen met de motie, meneer Schuurman? Ik denk eigenlijk dat die overbodig is, want we gaan hem al aanbieden. Dat betekent nee, volgens mij. Anderen nog? Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Toch wil ik ook nog wat meegeven dat we graag in het voorstel ook iets terugzien over inderdaad de wijze waarop die zorgfunctie, of die zorgmogelijkheden die er nu in zitten, hoe die geborgd zijn. Hè? Dus die gezamenlijke woonkamer en dergelijke. Hoe is dat nou straks geborgd dat het inderdaad duurzaam in dat pand aanwezig is? Daar lezen we ook graag iets over terug. En voor de rest sluit ik graag aan met meebewegen met de markt en dergelijke, met die suggesties dat we daar ook mee akkoord gaan. Ja, mijn advies is gewoon de motie in stemming te brengen, hoor. Dan heeft u dat maar weer gedaan en heeft u de gevoelens van de raad weer helder geformuleerd of niet. En u weet dat het onderwerp in ieder geval terugkomt en dat u dan ook weer in het kader van besluitvorming kunt doen waar u zin in heeft. Of u zegt, meneer Nijkamp, ik vind hem eigenlijk ook overbodig nu, ik hou hem aan of kan ook. En u? Voorzitter, dan ben ik toch wel benieuwd. Als die wel in stemming gebracht wordt, dan wil ik er graag iets van zeggen. En als die niet in stemming gebracht wordt, dan ben ik wel tevreden met het antwoord van de wethouder. Meneer Hof, zeg er toch maar iets van dan. In de commissievergadering hebben we eigenlijk aangegeven dat we de vragen die de ChristenUnie stelt, dat we ons daar wel in kunnen vinden. Maar dan zullen we de motie niet steunen, want ik heb de wethouder horen zeggen dat hij het, zeg maar eventjes april, probeert weer terug te krijgen op de agenda. Dus het feit dat we het dan niet steunen, dan wil ik wel graag het signaal wat de ChristenUnie aangeeft ondersteunen. Maar procestechnisch zie ik dan geen reden om de motie te steunen. Helder, dank u wel. Anderen? Meneer Kouwen? Ja, daar sluit ik me graag bij aan, voorzitter. Nou ja, dan kan ik tellen, maar dan ga ik er toch ook nog iets van zeggen. Het voornaamste bezwaar wat ik heb met deze gang van zaken is niet zozeer dat er hier en daar wat andere stappen zijn gezet. Maar het punt is dat wij een verklaring hebben afgegeven die denk ik terecht mocht uitgaan van een bepaald concept van inrichting. En u zegt van ja, we moeten het niet hebben over de invulling en dergelijke. Daar ben ik het goed deels wel met u eens. Maar het is wel juist op die invulling is die verklaring afgegeven. En ik ben echt van mening dat we de uitvoering die nu voor ligt, dat die geen recht doet aan dat voorstel wat er destijds was. Dus ik zou er echt op willen aandringen dat terug wordt gegaan naar de componenten die er destijds in zaten. Onder andere die domotica-kanten en die meneer Rooijakkers net aanstipte, maar toch ook nog een aantal andere dingen. Want nogmaals, ik vind dat wat nu ligt geen recht doet aan de verklaring van geen bedenkingen. Prima, ook een schot voor de boeg, denk ik. Meneer Nijkamp, wilt u een stelling brengen of zegt u het wordt toch uitgevoerd? Laten we eens even schakelen, maar als je de procedure die de wethouder voorstelt even volgt, is dat op zich een prima stap, want dan komt het hier wel terug en dan is het opnieuw aan de raad.
Wat mij betreft zou het voorstel zijn om deze motie dan tot die tijd ook maar eens even aan te houden. En dus niet in stemming te brengen op dit moment. En dan die stap maar eens even afwachten. Ja, je moet het zelf weten als u hem aanhoudt. Het heeft iets aparts dat u hem aanhoudt tot het moment dat het onderwerp geagendeerd is. Dat u dus u houdt hem aan tot het moment dat de basisvraag, namelijk dat u er weer over mag praten, dat die wordt beantwoord. Maar dat is prima. Als u dat wilt, dan houdt u hem aan. Als we daarmee april halen, dan lijkt me dat uitstekend. Hè? Of maart. Of maart. Of maart, afhankelijk van de agendacommissie. Zo is dat. Ik zie wederom. Hij wordt aangehouden. Dan ga ik naar het vaststellen besluitenlijst 29 januari 2018. Bij mij staat geen opmerking. Dat geldt ook voor u. Ja? Dan is hij vastgesteld. Dan ga ik naar de ingekomen stukken. Openbare lijst van ingekomen stukken. Nou, heel veel zienswijzen. Met betrekking tot voorkeursrecht, maar die heeft u allemaal tot u kunnen nemen. Tik ik hem af? Meneer Royakkers. Er is een brief binnengekomen van Achmea. Achmea Rechtsbijstand op 8 februari over handhaving. En dat vind ik een interessant onderwerp. Daar hebben we ook al eerder gedoe mee gehad. En ik zou graag hebben dat u de raad al dan niet vertrouwelijk of presidium inlicht van vervolg. Kan dat? Het moet sowieso vertrouwelijk. Hoeft van mij niet. Al dan niet, zeg ik. Dus. Ik laat het aan Sjurman over. We komen daarop terug. Is dat goed? Ja. Over of dat kan en hoe dat dan kan. Heb ik daarmee agenda punt 13 gehad? Lijst van mededelingen. Ken ik ook even rond. Ja, dat is echt... Meneer Royakkers, nu hoor ik u. Ja? De microfoon staat aan. Ja, u bent non-verbaal met u. Ik sluit hem af. Dan moet ik schorsen voor het besloten gedeelte. Dus ik vraag iedereen om de zaal te verlaten. En ik vraag de griffier om het geluid uit te zetten. Want we hebben ook nog een besloten gedeelte. Wij gaan nog even door.